De Kracht van Bewustzijn. Uitgegeven door Stef Freerix, Voorgelezen door Angelique Freerix. De tekst is samengesteld met behulp van Evert van de Ven. De illustraties die in het boek staan ondersteunen de tekst en zijn gemaakt door Wiljo Hoijmans. Vermenigvuldigen en het gebruik in cursussen is toegestaan maar alleen na toestemming van auteur en illustrator-kunstenaar Wiljo Hoijmans. Op tekst, geluid en beeld rust copyright. Dit boek doet helemaal niets. Ja echt, je leest het goed. Dit boek doet helemaal niets. Als jij zelf niets doet... Doet dit boek ook niets. Maar wanneer jij je verdiept, je inzet en kiest, dan zet je stappen met behulp van dit boek, met haar verbluffende eenvoud. Ben je meer dan gemiddeld sensitief? Ervaar je regelmatig druk in je hoofd en je gevoel? Ben je regelmatig moe? En beïnvloeden deze dingen zo nu en dan je normale functioneren? Grote kans dat de praktische oefeningen die dit boek biedt nuttig zijn voor jou. Kinderlijke eenvoud in een wereld die elke dag een beetje complexer lijkt te worden. In deze tweede uitgave van De Kracht van Bewustzijn. Neemt de auteur je, gebaseerd op zijn eigen ervaringen, mee langs diverse oefeningen die je behalve op je alledaagse beleving ook aanraken op diepere niveaus van je bewustzijn. Deurtjes die langdurig gesloten waren, blijken soms verrassend soepel open te gaan. Dit stimuleert een proces van voortdurende ontwikkeling. Leer jezelf bijvoorbeeld op elk willekeurig moment en op elke willekeurige plek te gronden en af te sluiten, zodat prikkels uit je omgeving daar blijven waar ze thuishoren, bij de ander. Leer om te gaan met de energie om je heen en leer je eigen energiesysteem bewust te reguleren. Leer andere capaciteiten van jezelf te ontdekken. Ervaar rust en stabiliteit op het moment waarop jij dat wilt. Leer energie te besparen. Wees de baas over je eigen ervaringen. Een belangrijke aanvulling in deze herziene versie is de dimensieladder. Dit instrument Bied je inzicht in wat passende relaties voor je zijn en waarom. Hiermee leer je begrijpen waarom mensen elkaar vaak niet goed begrijpen. Veel lees en oefen plezier. De oefeningen uit dit boek zijn als geluidsbestanden te downloaden op onze website www.stefreeriks.nl. Introductie. Dit boek, De Kracht van Bewustzijn, is voortgekomen uit tientallen jaren intensief werken met planten, dieren en mensen. Onder energetisch management versta ik het organiseren, beheersen en beheren van je energie. Dit boek beschrijft mijn visie op energetisch management en mijn overtuiging. Dat alles in het leven energie is. Planten, dieren, mensen, gebouwen, voorwerpen, organisaties, structuren en relaties bestaan uit energie. Werkelijk alles wat je kunt zien en veel van wat met het blote oog niet is waar te nemen, bestaat uit energie. Het leven in zijn vele facetten is onlosmakelijk verbonden met energie. En alles in het leven functioneert het meest optimaal bij een goede doorstroming van energie en heeft vrije ruimte nodig om te kunnen stromen. Er zijn vele oorzaken die de vrije doorstroming van energie belemmeren, veel van deze belemmerende factoren. Beschrijf ik in dit boek. Deze belemmerende factoren veroorzaken blokkades. Bij blokkades kun je denken aan emotionele, fysieke, geestelijke, spirituele of psychologische opeenhopingen van energie. Deze klontering van energie heeft dezelfde werking als een prop in de afvoer. Een steen in de rivier of een bloedstolsel in een ader. Het beïnvloedt, belemmert of blokkeert de stroom met alle gevolgen van dien. Als er blokkades zijn, kan energie niet meer gelijkmatig door een systeem stromen, waardoor een systeem niet optimaal of zelfs helemaal niet functioneert. Onder een systeem. Versta ik alles wat je energetisch kunt onderzoeken en managen? Zoals bijvoorbeeld jezelf, je partner, je kinderen, je huisdieren, je huis, je medewerkers, de ruimte waarin je werkt, de plek waar je onderneming staat, het product dat je verkoopt en je doel dat je met je onderneming hebt. Ik heb het vermogen energiestromen en blokkades in systemen te kunnen voelen en te managen, waardoor ik systemen efficiënter en zinvoller kan laten functioneren. In mijn cursusaanbod leer ik cursisten hoe ze in verbinding kunnen komen met hun eigen vermogens om energie en blokkades te voelen. En ik stel hen in staat deze zelf te managen. Een cursist wordt zich bewust van een aantal energievormen en daarmee leert hij werken. Hij leert energie voelen en ervaren, ermee te werken zodat hij met zichzelf, zijn werkruimte, woonhuis en perceel in balans komt. Hij leert ook zijn relatie, gezin of bedrijf en de eventuele samenwerkingsverbanden die hij aangaat energetisch te managen. Kursisten leren werken met de meest pure vorm van energie. Bewustzijn. Iedereen kan dit leren als je open staat voor het contact maken met jouw energie. Als ik dit schrijf, voorjaar 2020, ben ik me ervan bewust dat we een nieuwe fase ingaan. De hele wereld is wakker geschud door het coronavirus en we staan pas aan het begin van een periode die ons leven en ons werk blijvend zal veranderen. Ik heb begrip voor de angst en de onrust die deze pandemie met zich meebrengt. Ik wil dat zeker niet bagatelliseren. Nauwkeurig beschouwd is dit coronavirus, mijns inziens, echter niet meer dan een hele grote blokkade in het systeem van de aarde. Deze blokkade is veroorzaakt doordat de egocentrische en machtswelustige mens de aarde zwaar heeft misbruikt en uitgeput. En nu heeft het systeem de mens een corrigerende tik gegeven om hem tot nadenken te stemmen en tot ander gedrag aan te moedigen. Dit andere gedrag wordt steeds meer een echte noodzaak. Ik zie dat terug. In de mensen die bij mij komen voor advies of deelnemen aan de cursussen. Het zijn mensen die bereid zijn tot omdenken en ander gedrag. Ze stappen niet met als hoogste prioriteit in op een cursus om hun bedrijf te redden, maar ter ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonlijke ontwikkeling biedt ruimte. Voor ander gedrag, gezonder en meer in harmonie met de aarde. In het profiel van de doorsnee treedt een positieve en hoopgevende verschuiving op. Voorheen waren er veel techneuten die snel iets wilden leren om hun bedrijf positief te kunnen beïnvloeden. Maar dat werkt niet. Alles van de cursus moet ervaren, doorvoeld en eigen gemaakt worden door de cursist. Dat heeft ook tijd nodig. Energetisch management houdt in dat je de bereidheid hebt om op een andere manier naar jezelf en de wereld te kijken. Je zult er een nieuwe. Een gezonde verbinding mee aan moeten gaan. Het zijn ook duidelijk meer de gevoelstypes die zich realiseren, bewust of onbewust dat alles met elkaar samenhangt en dat ze zich daarop kunnen afstemmen met hun gevoel. Hoe zij met zichzelf omgaan, zo gaan ze ook om met hun partner, kinderen, medewerkers en hun onderneming. De persoon spiegelt zich in het bedrijf en het bedrijf spiegelt zich in de persoon. Tot in de kleinste details hangt alles met elkaar samen. Wat voor beroep we hebben, de partner die we kiezen, wat we het liefst eten en drinken, de bloemen waar we van houden, de muziek waar we het liefst naar luisteren. De energie die door ons stroomt komt tot uitdrukking in al ons doen en laten. Ik bied je de tools aan voor ontleding en analyse van je energiesysteem en de blokkades die daarin aanwezig zijn. Met het versterken van jouw bewustzijnskracht leren we je deze blokkades op te sporen en op te heffen. Dit boek is daartoe een eerste aanzet. Daarnaast wil ik erop wijzen dat dit boek, de cursussen die je misschien wilt volgen of de adviezen die je me vraagt, allemaal onderdeel zijn van een veranderingsproces dat nooit stopt. Leven is energie en energie is verandering. Het blijft continu in beweging. In de praktische toepassing van de visie zal de werkwijze dus goed afgestemd moeten zijn op het bedrijf of systeem dat wordt onderzocht. Het is niet zomaar een methode die je overal op kunt loslaten. Het vereist persoonlijke aandacht, invoelend vermogen en deskundigheid. Het draait in alles om het meest kostbare bezit wat je hebt: leven. Het aantal mensen dat niet echt meer wacht en serieus werk maakt van zichzelf, beter te willen leren kennen, neemt snel toe. Je kunt niet jezelf, nog je naasten. Nog de aarde voorbij alle grenzen blijven pushen en denken dat dit geen gevolgen heeft. Vroeg of laat krijg je daarvoor de rekening gepresenteerd. Je kunt daarop wachten of iets ondernemen om het tijd te keren. Mijn functie is je meer bewust te laten worden van jouw energie, je blokkades en hoe je die kunt managen. En het belangrijkste daarbij is dat ik je help het bewustzijn te ontwikkelen dat jij echt de enige bent die de keuze kan maken om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dit proces van bewustwording is alleen maar samen te doen. Echter, jij bent degene die hier de keuze maakt om het te doen. Jij bent daartoe. Van harte uitgenodigd. Het kunnen managen van energie leidt tot een gelukkiger, zinvoller en tevredener leven. Ieder mens begint zijn aardse leven in een voor hem onbekende wereld, waarin hij langzaam maar zeker zijn weg probeert te vinden. Het vinden van die weg. Werkt voor iedereen anders. Voor de een blijft dat pad zijn hele leven onduidelijk. Voor de ander is het op jonge leeftijd al helder. Ik behoor tot de laatste categorie. Onbewust kreeg ik al op jonge leeftijd in de gaten welke richting mijn leven zou moeten hebben. Ik moest het leven volgen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is een grote stap van mijn leven willen controleren naar het leven vertrouwen. Het wonderlijke van ons mensen is dat we altijd zoeken naar verbinding en naar gemeenschappelijk gedrag om aansluiting te vinden bij een groep. Uitzonderlijk gedrag hebben is daarin niet echt behulpzaam. Ik kreeg steeds meer in de gaten dat de beelden en flashbacks die ik als kind had bijzonder waren en dat andere kinderen die niet kenden. Tot op de dag van vandaag krijg ik beelden en boodschappen door van een stem die tot mij spreekt, meestal vroeg in de morgen. Ik pak dan pen en papier en schrijf de woorden op. Die mij doorgegeven worden. Als kind kon ik er niets mee. En daarop heb ik deze bijzondere gave jarenlang aan de kant gedrukt. Door er minder aandacht aan te besteden. Wat ik aan informatie doorkreeg, sprak ik ook minder vaak uit. Later ben ik het anders gaan zien. Me er weer mee gaan verbinden. Ik voelde dat deze informatie doorkrijgen ook een connectie had met mijn relatie met religie. Religie is voor mij onvoorwaardelijke liefde vanuit het hart en heb een ander lief als jezelf. Religie loopt als een rode draad door mijn leven. Met religie bedoel ik diepe religie, niet een geloof. Dat laatste heeft voor mij te maken met regels, dogma's, wetten, afbakening, geslotenheid en juist geen verbinding. Diepe religie is voor mij een permanent op de achtergrond aanwezige geborgenheid. Het heeft te maken met vertrouwen. Religie is handelen naar eer en geweten. Het is altijd aanwezig, maar heeft geen vorm. Niet dat ik me erop oriënteer of het bewust opzoek. Het is als een koord langs een trap, aanwezig, binnen handbereik, behulpzaam als ik het bij het bestijgen van de trap. Even mijn evenwicht dreigt te verliezen. Het is natuurlijk fantastisch dat er iets is wat je niet kunt zien, maar waarop je kunt vertrouwen als je het nodig hebt. Na mijn besluit meer aandacht te schenken aan mijn bijzondere gaven, leerde ik omgaan met de wiggeroede en het gebruik van meetapparatuur zoals de biotensor. Dat waarover ik praat is vaak niet direct zichtbaar of tastbaar. De vertaling naar objectief meetbare getallen is voor mij dan ook belangrijk. Natuurlijk is het voor velen heel gewoon om te spreken over iemand anders in termen van positieve of negatieve uitstraling. Ik spreek wat dat betreft liever van opbouwende. En belastende energieën. Onbewust zijn we vertrouwd met het aanvoelen van uitstraling of energie. En toch blijkt het in de dagelijkse praktijk heel prettig om ook op het vlak van energieën met getallen te kunnen werken. En te laten zien dat energieën objectief meetbaar zijn. Er bestaat een energieschaal. Waaraan je kunt aflezen of het plantje, dier of voorwerp waarvan je de energie hebt gemeten een gebrek aan energie heeft of een overschot. Deze meetbare energie drukken we uit in boviswaarden. Voor mij is het eenvoudig te voelen en doordat we het kunnen meten, is het voor een ander ook inzichtelijk dat wat ik voel. Ook echt gemeten kan worden. In hoofdstuk 4 kom ik hierop uitvoerig terug. In de behoefte mijn werk duidelijker gestructureerd vorm te geven, ontmoette ik vele inspiratiebronnen. Vanuit die ontmoetingen heb ik technieken en cursussen kunnen ontwikkelen om anderen in contact te brengen met hun gevoel De mens is een verbinder tussen hemel en aarde. Kosmische informatie daalt van bovenin en stroomt via ons lichaam door tot de kern van de aarde. Deze informatie zit verpakt in energie. De energie van de hemel. Yang, mannelijk, warm, licht, buiten, dag, actief, zet in beweging, boven. Is de energie die inspireert, ons op nieuwe ideeën brengt en tot inzicht laat komen. De energie van de aarde, jing, vrouwelijk, koel, donker, binnen, aarde, passief, handhaafd, beweging, nacht, onder, is zwaarder dan die van de hemel en daagt ons uit de inspiratie om te zetten. In vormen als nieuwe producten, nieuwe productieprocessen of samenwerkingsverbanden. Bij deze energieën kun je niet spreken over positief of negatief, zoals bij elektriciteit of als waardeoordeel. Ze zijn onlosmakelijk onderdeel van het leven en zorgen juist voor de dynamiek in het energiesysteem. Yin en yang zijn verschillende kwaliteiten en door dit verschil in kwaliteit ontstaat er beweging. Alleen yin is niet goed, net zo min als alleen yang dat zou zijn. Het gaat over het continu stromen van deze energieën: van yin naar yang en van yang naar yin. Het is een onophoudelijk streven naar balans en harmonie. Zonder dat er ooit een blijvende situatie van harmonie wordt bereikt. In ons dagelijks leven spreken we veel over energieën. We zijn geneigd sommige als positief te betitelen en andere als negatief, die, zoals ik al zei, niet te verwarren zijn met de plus- en minpool, zoals we die bij elektriciteit kennen. Onder positieve energie Versta ik een energie die een voedende, opbouwende of harmoniserende kwaliteit heeft? Een energie is negatief als deze afbrekend of belemmerend is en chaos of disharmonie brengt. Het is dus van belang om drie zaken goed te onderscheiden: de kwaliteit van de energie, negatief of positief, belemmerend of ontbouwend. De soort energie: hemel, aarde, hart en de drager acupunctuurbanen in het menselijk lichaam, wateraders, breuklijnen en currylijnen van de energie. Energiedragers. Alle energie maakt gebruik van een drager. Stel je voor dat je om het ene pakketje energie van A naar B te brengen, iets of iemand nodig hebt om de afstand tussen A en B te overbruggen. Stel de energie zit letterlijk in een doosje, zoals bij een batterij of een accu. Dan kan dit doosje via een koerier worden bezorgd. De koerier is in dit voorbeeld de tijdelijke drager van het pakketje energie. Hij doet er niets mee en transporteert het alleen maar. Ook in het menselijk lichaam worden heel veel kleine pakketjes energie door het lichaam gestuurd. Dragers voor dit soort energie zijn onder meer de meridianen, ook wel energiebanen genoemd, zoals we die in de acupunctuur kennen. Deze lange banen met talloze knooppunten lopen als onzichtbare lijnen door ons lichaam en bieden ruimte aan de stroom van energie door ons lichaam. De wetenschap kan deze banen niet op eenzelfde manier aantonen als dat ze bloedvaten en zenuwbanen kan aantonen. Deze acupunctuurbanen hebben geen tastbare structuur. Wel zijn ze indirect aan te tonen. Als je meridiaanpunten met een acupunctuurnaald aanprikt, geeft dat aantoonbare verandering in het functioneren van het orgaan dat door deze meridiaan van energie wordt voorzien. Ook de energie van de aarde, of aardstraling, kent verschillende dragers die de stroming van energie mogelijk maakt. Bij aardstraling kunnen we de volgende dragers onderscheiden. Wateraders. Wateraders ontstaan diep in de bodem, daar waar het regenwater via de weg van de minste weerstand het laagste punt opzoekt. Dit soort waterstromen kunnen smal, maar ook breed zijn en grillige wegen vormen. Daar waar wateraders worden onderbroken, komt vaak aardenergie vrij. Dit is meestal een zware energie gelijkend op radioactieve energie. Breuklijnen: Breuklijnen zijn scheuren in de bodem veroorzaakt door bijvoorbeeld een aardbeving. Door de beving ontstaat soms een hoogteverschil tussen verschillende aardlagen. Waardoor vele patronen verstoord worden. Wijstgronden. De aardkorst bestaat uit verschillende grote platen, die tegen elkaar schuren en over elkaar schuiven doordat ze bewegen. Dat naar elkaar of uit elkaar bewegen van deze platen zorgt voor rek of compressie op het scheidingsvlak van die platen. Waardoor de aardkorst kan scheuren en er breuken in het gesteente ontstaan. Op de breukvlakken treden verschuivingen op, met als gevolg dat delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar van positie veranderen. Grote breuksystemen in Nederland lopen van het zuidoosten naar het noordwesten en komen meestal voor. In evenwijdig lopende breukstelsels. Ze zijn te vinden in Noord-Brabant en Limburg. Een van de bekendste breukstelsels in Nederland zijn de wijstgronden. Wijstgronden zijn een bijzonder fenomeen dat onder zeer specifieke omstandigheden voorkomt. In de omgeving van Ude vind je op de hooggelegen Peelhorst. Aan de rand van de Peelrandbreuk... een aantal erg natte gebieden... die worden aangeduid met de naam wijstgronden. Ze hebben bijzondere kenmerken. Ze zijn hoog gelegen en toch ook nat... wat je niet zou verwachten. Dit wonderlijke fenomeen is te verklaren... door het ontstaan van breuken in het aardoppervlak... als hierboven beschreven. De Peelrandbreuk markeert de overgang tussen de hooggelegen peelhorst en de lagergelegen centrale slenk. Grondwater stroomt van hoog naar laag. Op het breukvlak wordt de doorstroming bemoeilijkt door lagen die geen water doorlaten, ook wel ondoorlatende lagen genoemd zoals leem en klei bijvoorbeeld waardoor het ter plekke opstijgt en als kwel aan de aardoppervlakte verschijnt. Anders dan je zou verwachten zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog. Deze bijzondere vorm van kwel noemen we wijst. Het gebied of de grond heet dan wijstgrond. Wijstgronden zijn zeldzaam en komen elders in Europa haast niet voor. Breuken in een ondergrond die is opgebouwd uit lagen klei, zand en grind, zoals het grootste deel van Nederland, zijn namelijk zelden in het landschap terug te vinden. De scheuren kunnen verticaal en schuin in de aarde zitten. Op het punt Onder de toplaag van de aarde, waar de breuk eindigt, wordt de energie uitgestoten. Breuklijnen komen ook voor op plekken waar twee verschillende soorten materiaal elkaar raken. Ze kunnen kilometers lang zijn, maar soms ook slechts een halve meter. Gaan we op een breuklijn wonen, dan zal ons lichaam veel moeite hebben een balans te vinden omdat verstoorde patronen in de breuklijnen ook van invloed zijn op ons. Ze veroorzaken emotionele blokkades, die uiteindelijk ook kunnen leiden tot fysieke klachten. We kunnen ziekteverschijnselen vaststellen die hun oorzaak vinden in het wonen op of in de buurt van een belaste aardstraal of breuklijn. Hartman-aardstralen. De ontdekker van dit aardstralennetwerk is Ernst Hartman. Het Hartman-netwerk is een patroon van energiebanen die ongeveer 22 centimeter breed zijn en van noord naar zuid en van west naar oost lopen. We noemen dit in het Engels Global Network. De afstand tussen de lijnen is afhankelijk van de plek waar je staat op de aarde. Maar in ons land is die afstand ongeveer 2,5 meter tussen de Noord-Zuidlijnen en ongeveer 2 meter tussen de West-Oostlijnen. Voor het gemak nemen we aan dat de gemiddelde afstand 2,2 meter is. De lijnbreedte is 22 centimeter. Hetgeen overeenkomt met 10% van de lijn. Deze lijnen staan haaks, orthogonaal, op elkaar. Ongeveer vijf dagen voor een aardbeving of een vulkaanuitbarsting kunnen deze banen zich verbreden tot 150 à 180 centimeter breed. Na de aardbeving of vulkaanuitbarsting Keren ze direct weer terug tot hun oorspronkelijke breedte, omdat de spanning dan is weggevallen. Ook de ladingsspanning van onweer heeft invloed op deze lijnen. Ze plaatsen tijdens de opbouw van de spanning en vallen terug bij de eerste onweersklap. Deze snelle spanningswisseling beschadigt organische producten die energetisch niet optimaal. Een lage boviswaarde zijn. Soep en melk worden zuur en de sla verlept. Bij een hoge boviswaarde van producten gebeurt dit niet. De hierboven genoemde energiedragers zijn op zichzelf niet schadelijk. Ze zijn niet opbouwend of belastend, maar neutraal. Wel zijn er factoren die de energie door deze dragers. Positief of negatief beïnvloeden. Deze dragers worden dan letterlijk en figuurlijk boodschappers van iets positiefs of negatiefs. De herkomst van zowel de positieve als de negatieve energie vinden we in de hoek van door mensen veroorzaakte patronen. Voor negatieve energie zijn dat. Onderdrukking, oorlogsgeweld, aanranding en verkrachting, slavernij, roof, moord, haat, afgunst, rassenhaat, religieus fanatisme enzovoort. Voor positieve energie zijn dat liefde, goede intenties, respect, zorgzaamheid, mededogen en compassie. Currylijnen. Currylijnen zijn energielijnen die een rasternetwerk vormen. Dit wordt het Currynet, Currynetwerk of Currygrid genoemd. Het is een diagonaal netwerk van banen die parallel lopen om de 7 meter. De banen zijn 70 centimeter breed en lopen van noordoost naar zuidwest. En van Noordwest naar Zuidoost. Het is opmerkelijk dat mensen die op een dergelijke energiebaan slapen, om ongeveer vijf minuten over vijf, om half drie, om kwart voor twee en om kwart over twaalf wakker kunnen worden. Velen hebben om vijf minuten over vijf plasdrang en gaan daarna weer slapen. Dieren reageren eveneens op dit netwerk. Hazenlegers liggen nagenoeg altijd op een kruising van deze lijnen, waardoor zij onraad tijdig voelen aankomen. We kunnen aantonen dat er iets van een signaal of impuls op deze currylijnen aanwezig is, maar deze niet meten of op een andere manier zichtbaar maken. Ik kan cursisten... Het bestaan van currylijnen laten ervaren tijdens cursusdagen waarop we naar buiten in het veld zijn. Ik zet de aanwezigen op een currylijn. Ik vraag ze zich af te stemmen op hun gevoel nadat ik ze uitgelegd heb hoe ze deze lijn hebben kunnen voelen en ervaren. Vervolgens ga ik met één of twee personen verder op deze lijn staan. Met de rug naar de groep. We geven een lichte klop op deze lijn, terwijl de anderen dit niet kunnen zien, en ogenblikkelijk reageren de anderen erop door hun handen terug te trekken, alsof ze een licht stroomsignaal hebben gekregen. Dit is voor mij het bewijs dat er een overdracht van energie is in deze lijn. Frequenties. Niet alle energieën zijn hetzelfde en dat komt door hun frequenties. We weten dat ieder orgaan in ons lichaam een eigen trilling, een eigen frequentie heeft. Als zo'n orgaan wordt aangevallen door een negatieve energie met juist die negatieve frequentie waarvoor dat orgaan gevoelig is, dan kun je je voorstellen. Dat er met dat orgaan iets gebeurt waar je niet blij mee bent. Aardstraling bijvoorbeeld bestaat uit een complexe verzameling van een aantal van deze frequenties die je op meerdere fronten scherp houdt. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Het zorgt ervoor dat je alert en wakker bent, en dat is nodig voor een goed energetisch management. Als je niet echt alert en wakker bent, maar een beetje dromerig aanwezig, dan kun je de energie niet goed voelen en deze al helemaal niet managen. Een overprikkeling van je energiesysteem is heel vermoeiend en werkt belastend op je organen. Niet alle mensen leggen de link van een naar gevoel, slecht slapen of gezondheidsklachten. Met de plek waar ze wonen. Gelukkig zijn er steeds meer personen die het opmerkelijk vinden dat ze na een vakantie van drie weken voelen dat ze de eerste nacht in hun eigen huis weer slecht slapen, kramp krijgen of nare dromen hebben. Naast de ongemakken van sterke of belaste aardstraling is het zo dat de ballast van aardstraling. Je therapie resistent kan maken. Wat je ook markeert, als je bed op aardstraling staat, kan geen therapeutje met een goed resultaat behandelen. Het is alsof je je onder een stromende douche staat af te drogen. Zeker de laatste jaren heb ik in toenemende mate vastgesteld hoe belastend aardstralen kunnen werken. De belastende werking van aardstralen kan bovendien worden versterkt of verzwakt door emotionele blokkades. Emotionele blokkades kunnen van persoonlijke aard zijn. Bijvoorbeeld je geschiedenis, maar ook familiair, je ouders, grootouders, soms vele generaties terug, en ook vorige levens, ballast van buitenaf en je woonomgeving. Naar aanleiding van vervolgonderzoek van 7000 observaties van personen, woningen en bedrijven, ben ik tot de conclusie gekomen dat emotionele ballast versterkers zijn van wateraders en aardstralen. Ik heb vastgesteld dat dit naast fysieke klachten ook voor emotionele, psychische en mentale klachten kan zorgen. Voor mij. Zijn dat echt nieuwe inzichten? Naast de aardstralen, curry- en hartmanlijnen, zijn er ook nog andere energiedragers op de aarde die een bijzondere werking hebben. Zo zijn er de leilijnen en leicentra. In oude tijden werden heiligdommen op krachtplaatsen, leicentra, gesitueerd. Zo kozen onze voorouders deze plaatsen voor de bouw van kerken, kathedralen, tempels, heilige bomen, tafelbergen, steenkringen en hunnebedden. Graag wil ik ook de graancirkels vermelden. Ik kan niet uitvoerig ingaan op alle wetenswaardigheden en ervaringen over graancirkels, ofschoon het bijzonder interessant is om een volledig beeld te krijgen van hoe alles met elkaar samenhangt. En een groot systeem vormt. Graancirkels zijn heel bijzondere plaatsen met een bijzonder vitaliserende energetische lading. Deze cirkels heten wel graancirkels, maar ze kunnen in verschillende soorten gewassen ontstaan. Met een collega was ik in een graancirkel in een peulenveld. We aten de erten van de platgeslagen peulen. En voelde ons daarna energetisch erg opgeladen. Energiedragers van hemelse energie Net als dragers van aardse energie zijn er ook dragers van kosmische energie. Deze zitten in horizontale schillen om onze aarde heen. We kunnen ons hiermee verbinden door een antenne. Essentieel voor deze verbinding is dat je goed gegrond bent. Zoals ik al eerder aangaf, gronding is van groot belang voor het hele bewustwordingsproces. Het is het fundament. Zonder dit fundament is al het andere werk van energetisch management niet mogelijk. Als eerste stap is er dus gronding van onszelf met de aarde nodig. En daarna kunnen we het vermogen gebruiken om door een antenne in te loggen op de verschillende lagen van kosmische energie. De sterkte van de antenne, dus je gevoeligheid, bepaalt op welk niveau je verbinding kunt leggen met kosmische energie. Bij de beschouwing over aardse en kosmische energie is het goed je te realiseren. Dat wij de verbinder zijn tussen deze twee verschillende energievormen. Met onze voeten staan we gegrond en geaard in de energie van de aarde. Met het geopende kruinchakra, dat is een van de zeven wielen in ons lichaam, die als het rad van een watermolen de energie in beweging brengt en houdt, zijn we verbonden. Met de kosmische energie. Je kunt dit ook in een beeld zetten met twee driehoeken. Daar waar er simpelweg connectie is maar geen uitwisseling, staan de twee driehoeken als de twee helften van een zandloper op elkaar. Aarde-energie en kosmische energie komen in ons samen en vormen een uitwisseling. Waarin de mogelijkheid ontstaat tot transformatie. Transformatie houdt in dat er niet alleen een oplossing komt voor hetgeen ons tot dan toe heeft belemmerd, maar juist dat de belemmering wordt getransformeerd in iets totaal nieuws, waardoor de belemmering plotseling juist een stimulerende werking heeft. Hoe groter het vlak van de driehoeken. Die elkaar overlappen, hoe groter het gebied van uitwisseling van energie. De mens bevindt zich in het krachtveld van de aardenergie en de kosmische energie en kan zich van dit uitwisselingsproces tussen hemel en aarde bewust worden door de volgende oefening. Dit is een oefening voor het verbinden. Van hemel en aarde. De uitgangshouding voor de oefening is het volgende: ontspannen staan, beide voeten op heupenbreedte op de grond, knieën licht gebogen, armen ontspannen naast je lichaam, met de handpalmen naar voren gedraaid, ogen zijn open of gesloten. Zorg hierbij dat je gegrond bent. Dit zijn de stappen van de Oefening. Breng je aandacht naar je kruin en stel je voor dat er een trechter in je kruin staat. De grote opening naar boven en de smalle opening naar beneden. Door de grote opening komt alle kosmische energie binnen en verzamelt zich op de bodem van de trechter om zo door de smalle buis je lichaam in te stromen. Stel je ook voor dat de trechter is gevuld met een grote bos prachtige bloemen, die ervoor zorgt dat de energie die de trechter instroomt gefilterd en gezuiverd wordt. Met gezuiverde informatie bedoel ik kennis die voor jou praktisch is. De kosmische energie die instroomt, kun je ook als licht ervaren. Stel je voor dat een stroom kosmische energie vanaf je hoofd van boven naar beneden stroomt in de richting van je hart. Er is ook een stroom van grondingsenergie die vanaf je voeten van beneden naar boven in de richting van je hart stroomt. Deze twee energiestromen ontmoeten elkaar in het hart, vermengen zich daar en ontwikkelen de krachtige energie van het hart. Sta jezelf toe, dit proces helemaal bewust te worden, hoe het voelt, wat het met je doet en hoe het doorwerkt in je lichaam en geest. Stel je voor dat deze twee energieën bij iedere inademing naar het hart toestromen en daar versmelten om vervolgens op de uitademing vanuit het hart naar je handpalmen te stromen. Daar wordt de hartenergie als de lichtenergie geschonken aan de omgeving. Met iedere hartslag pompt het hartenergie in de aura om je heen. Dit blijf je herhalen tot de energiespanning in de aura goed is. Vervolgens breng je op de inademing een stromingopgang van de aura terug naar je hart, en op de uitademing van het hart naar je lichtlichamen. En dit zijn energievelden die als laagjes om je heen liggen. Als je deze stroom op het ritme van je ademhaling hebt bewerkstelligd, realiseer je dan dat je lichaam wordt omhuld door negen lichtlichamen. Bij iedere uitademing schenk je de lichtenergie die uit je handpalmen stroomt aan deze negen lichtlichamen om je heen. Eerst het lichtlichaam. Dat het dichtst om je fysieke lichaam ligt en zo steeds een lichtlichaam verder naar buiten toe. Ieder lichtlichaam heeft een breedte van een centimeter of vier. Waar je merkt dat er een blokkade optreedt in de uitwisseling van lichtenergie met een lichtlichaam, verbind je de blokkade met de lichtenergie en laat je deze verder met rust. Als je alle negen lichtlichamen hebt verbonden met de energie van je hart, blijf je een aantal minuten in die afstemming. Neem jezelf voor deze afstemming op de energie van het hart mee te nemen bij alles wat je op een dag doet. Word je bewust van de werking van deze energie op jou en jouw omgeving. Het is aan te raden daarover een dagboekje bij te houden, zodat je de veranderingen nog beter in beeld krijgt. Een ruimte in de energie zetten. Na het gronden. Komt de stap van een ruimte in de energie zetten? Laten we beginnen met een studie- of werkruimte, een betrekkelijk kleine plek. Als je een ruimte in de energie zet, maak je die plaats dusdanig geschikt dat jouw activiteit zich daarin optimaal kan ontwikkelen en ontvouwen. Hoe groter of complexer de ruimte, hoe meer factoren een rol spelen. Bij het in de energie zetten. Omdat elke factor aandacht vraagt, is het gemakkelijker als je begint met een eenvoudige ruimte waarin weinig factoren aanwezig zijn. Een ruimte in de energie zetten is een volgende stap om daar meer bewustzijn te creëren. Je beschouwt de plek dan niet meer als een stille en doodse omgeving met een nietszeggende inboedel, maar als een dynamisch levend wezen met bepaalde eigenschappen en gewoonten waarmee je de dialoog kunt aangaan. Door het bewustzijn te verhogen, schep je een nieuw klimaat voor een positief samenwerkingsverband tussen jou en de ruimte. Voor die activiteit in die vorm, op die plaats en op dat tijdstip. Met de bijbehorende oefening kun je je afstemmen op de ruimte, waarbij je voorwaarden schept voor het welslagen van de activiteit. Hier volgt nu een oefening een ruimte in de energie zetten. De uitgangshouding is rustig zittend. Dit zijn de stappen van de oefening. Maak contact door de ruimte te begroeten. Zeg letterlijk hallo en neem de respons waar die je terugkrijgt. Ruimte is ook een systeem. Betrek deze dus in het grotere geheel. Is de ruimte bijvoorbeeld in een huis of bedrijfsgebouw? Op welke etage en aan de voor, achter of zijkant? Vraag de ruimte ook. Waarvoor zij meestal wordt gebruikt. Realiseer je goed de doelstelling van de te plannen activiteit: een gesprek, vergadering, wonen of slapen of een feest. Het is van belang dat wat er in de ruimte gaat gebeuren overeenkomt met het doel waarvoor de ruimte meestal wordt gebruikt. Vraag de ruimte vervolgens om samenwerking. Vraag dit bewust en voel of die klikker is. Bij een ja ervaar je helder dat die ruimte dus ook een wezen heeft waarmee je je kunt verbinden en samenwerken. Op dit punt is er een dialoog tussen jou en het wezen van de ruimte. Het is goed je deze samenspraak eigen te maken, al is je deze aanvankelijk wat vreemd. Zo wordt je tegelijkertijd duidelijk dat alles om je heen een wezen heeft, een ziel, een energieveld. Het is aan jou je gevoeligheid daarop af te stemmen. Soms laat de ruimte meerdere deelwezens zien. Een deelwezen is een deel van een energie van een persoon, voorwerp of geschiedenis dat in de ruimte. Is achtergebleven. Zie deze als bijvoorbeeld een sterke emotie uit het verleden, die nog een splitsende invloed uitoefent op de ruimte, waardoor er geen helder en eenduidig wezen in de ruimte aanwezig kan zijn. Je zult eerst aandacht moeten besteden aan deze verstorende, splitsende energie, door het afzonderlijk te nemen en het te begroeten, waardoor ze neutraal worden. En hun splitsende werking afneemt, waardoor er weer een geheel kan ontstaan. In dialoog komen met de deelwezens en het overkoepelende wezen van de ruimte is van groot belang. Als er een goede dialoog op gang is gekomen, grond je de ruimte nog een keer. Vervolgens plaats je het programma en het tijdsplan van jouw activiteit in die ruimte. Houd daarbij een ruime tijdsmarge aan. Is de activiteit van 10 tot 5, dan hou je een tijdsplanning aan van 9 tot 6. Jij en de ruimte hebben een op- en afbouwtijd nodig. Nadat je het programma hebt geplaatst. Kun je ook ervaren of de ruimte en de activiteit passend zijn. Vraag het wezen van de ruimte ook om samenwerking tijdens de activiteit. Voorafgaand aan de activiteit kun je je bezigheid ook al visualiseren in die ruimte. Als die bestaat uit een moeilijk gesprek, visualiseer dan jezelf. En de gesprekspartners in die ruimte en stel je voor dat dit gesprek al plaatsvindt. Zet je doel erin en voel dat alles zich daarop richt. Ervaar hoe het verloopt en hoe de deelnemers en de ruimte zich gedragen. Het kan zijn dat je je realiseert dat de ruimte te warm is en meer ventilatie nodig is. Dat je geen koffie en thee moet schenken, maar alleen fris. Dat je iedereen het best in een open kring kunt zetten. Dat de vitrage dicht moet en de ramen open. Dat de leider van het gesprek voor een raam moet zitten. Dat blauwe bloemen belangrijk zijn, etc. Neem na de activiteit de tijd om het wezen van de ruimte te bedanken voor de samenwerking, net als alle andere belangrijke energieën die in die ruimte aanwezig waren. Tot zover deze oefening. Realiseer je bij al deze stappen dat de ruimte alleen opdrachten kan uitvoeren. Dus geef deze precies en helder aan. Ik beschouw een ruimte wel eens als een pintere leerling die prima met je kan meewerken als je maar goed met hem communiceert en de juiste opdrachten geeft. Door allereerst jezelf te gronden, de ruimte te gronden en deze in de energie te zetten, verbind je jezelf met de aarde, de hemel, de mensen. De ruimte en de activiteit. Je kunt gaan ervaren dat dit alles energie is en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen in ons denken bestaan de eilandjes van ik, jij, ruimte, stoel, tafel, woord, raam of plant. Je kunt ervaren dat alles bewustzijn is. Wat het bewustzijn betreft is er geen links of rechts, goed of fout, binnen of buiten. Bewustzijn is als water voor de vis, we zijn er helemaal in ondergedompeld en het strekt zich onmetelijk ver uit. We zijn er ons niet altijd van bewust, maar we kunnen erop afstemmen en ons eraan overgeven. Bewustzijn is. Vanuit je gevoel de werkelijkheid waarnemen, precies zoals het is, zonder oordeel, zonder ego en zonder lading. Richt je aandacht op de ruimte door alle aspecten, zoals kleur, vorm en geur, bij je naar binnen te halen. Zo krijg je eigenlijk al een gevoel van de sfeer. Stem je hierbij op. Het wezen af van de ruimte. Het maakt hierbij niet uit of je al eens in die ruimte bent geweest. Ervaren van de energie van de eigen organisatie. Er is een hele praktische en eenvoudige manier om het energieniveau van je eigen organisatie te voelen. Door de energie te voelen kunnen we heel snel waarnemen. Hoe het met de kwaliteit van een bedrijf staat. Ieder mens voelt eigenlijk automatisch het energieniveau als hij een ruimte betreedt, maar we zijn ons hiervan zelden of nooit bewust. Organisatieopstelling Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de verborgen, Gedragingen en patronen binnen een organisatiesysteem. Dat ons bewustzijn verder gaat dan alleen denken en voelen, wil ik graag meegeven door het fenomeen organisatieopstelling. Misschien ben je bekend met het werk van Bert Hellinger en zijn theorie en praktijk rondom familieopstellingen. Ik maak vaak gebruik van een organisatieopstelling. Het is een mooi instrument om de dynamiek binnen een organisatie neer te zetten en helder te krijgen. Een organisatieopstelling kan noodzakelijk zijn omdat de problematiek binnen een organisatie soms met zoveel factoren samenhangt dat er moeilijk een lijn in te ontdekken valt. Persoonlijk houd ik erg van deze veelzijdige complexiteit binnen een organisatie. Het daagt me uit. En de inkijk die ik krijg op alle verschillende lagen en invloedssferen van een organisatie vind ik buitengewoon boeiend. Het voelen van de energie van de eigen organisatie. Van dit fenomeen kun je je op een makkelijke manier bewust maken door de volgende oefening. Hoe gevoeliger je bent, des te makkelijker het gaat. Maar, zoals bij veel oefeningen in dit boek. Kun je die gevoeligheid ook trainen en versterken? Net als een voetballer uren traint om de bal bij een vrije trap om het muurtje te kunnen krullen en daarbij de juiste combinatie van houding, beweging, snelheid, kracht en souplesse herhaalt en herhaalt totdat het uiteindelijk automatisch gaat. Precies zo kun jij je gevoeligheid vergroten. Door deze oefeningen te blijven herhalen. Daardoor geef je je gevoeligheid aandacht, waardoor het kan groeien. In de organisatieopstelling stel ik naar aanleiding van een thema, een vraag of een dilemma, representanten voor relevante personen, afdelingen en elementen van de organisatie op in een ruimte. Zij rapporteren over de verhoudingen en gevoelens vanuit de positie die zij vertegenwoordigen. Zo ontstaat inzicht in de dynamiek, waar de organisatie en de betrokkenen goed functioneren en waar het wordt verstoord. Het is subtiel werk. Soms ligt de oplossing al in kleine aanpassingen en zijn die genoeg om groot resultaat te boeken. Uiteindelijk Komt het ook bij deze opstellingen erop neer positiviteit om te zetten in energie, die de organisatie weer een zet in de juiste richting kan geven? Een ander instrument kan het voelen van de eigen organisatie zijn. Familieopstellingen. We zijn allemaal opgegroeid in een gezin, een familie en leven vanuit de school, opleiding. Sportvereniging en vriendenkring in systemen. Veel van onze overtuigingen, gedragingen en patronen die we onbewust met ons meedragen, zijn ontstaan uit die systemen. We hebben ze vaak uit loyaliteit meegenomen. Veel van je gedragingen, patronen en overtuigingen kom je weer tegen in je werk of in je nieuwe relatie. In organisatieopstellingen en ook bij familieopstellingen wordt een thema, probleem of situatie ingebracht. De aangewezen representanten krijgen een plek en zo komt de opstelling tot leven, doordat de representanten informatie geven over gevoelens en gedachten die er ontstaan. Op deze manier worden patronen en overtuigingen. Tijdens een dergelijke opstelling zichtbaar. Ook kan er drang ontstaan om die gevoelens en gedachten te willen veranderen, waardoor de energie weer kan stromen en mensen weer in hun kracht kunnen komen en het systeem kan herstellen. Hier volgt nu een oefening: Uitgangshouding, stage en voel dat je hartenergie kan stromen. Breng je rechterhand ongeveer tot op 2 meter hoogte en laat deze heel voorzichtig zakken totdat je met je rechterhand een zachte weerstand voelt. Het is heel subtiel, maar het lijkt net of je hand in die laag tegen iets aandrukt. Je kunt het vergelijken. Met het gevoel van een lichte weerstand die je kunt waarnemen als je een laagje watten ineen drukt. Deze laag van lichte weerstand ligt doorgaans tussen de 100 en 190 centimeter. We noemen dit bodemuitstraling. Door van het gevonden getal van de bodemuitstraling het getal 100 af te trekken hou je het getal over dat het percentage van de heelheid van het systeem aangeeft. Vervolgens vermenigvuldig je dit getal met 100 en dan heb je globaal de boviswaarde van dit systeem. Boviswaarde is een eenheid die we gebruiken om het niveau van levensenergie aan te geven. In het volgende hoofdstuk kom ik hier uitvoerig op terug. Volgende stap. Hoe dieper de laag van zachte weerstand, hoe scherper en venijniger het energieniveau. Hoe hoger, hoe zachter. Een systeem met een bovenwaarde van meer dan 6500 geeft energie. Een systeem met een bovenwaarde lager dan 6500 slurpt energie. Volgende stap. Naast deze eerste laag is nog een tweede laag voelbaar. Deze noemen we de stresslaag. Normaal gesproken zit deze bij een staand persoon ter hoogte van de navel of op twee derde van de bodemuitstraling. Als de eerste laag het niveau van de bodemuitstraling aangeeft op bijvoorbeeld 150 centimeter, dan zal de stresslaag zich op twee derde daarvan bevinden, dus op 100 centimeter. Deze laag kun je voelen met beide handen en is veel steviger, bijna fysiek van kwaliteit. Deze twee lagen kun je voelen in het systeem van een bedrijf. Als ik in een organisatie kom, om daar het energieniveau te optimaliseren, dan geef ik het de niveaus van de bodemuitstraling en de stresslaag met potloodstreepjes aan op een deurpost. Vanaf het moment dat we positieve energie in dat systeem gaan brengen, moet het niveau van de bodemuitstraling en de stresslaag ook veranderen, en daarmee ook de hoogte van de streepjes op de deurpost. Door de lijntjes van een datum te voorzien, krijgen we een helder plaatje van de ontwikkeling van de energie in het systeem. Dat maakt de veranderingen voor iedereen inzichtelijk. Ook deze techniek van het voelen van de bedrijfsenergie is te leren. Als je dit kunt, is het zeer behulpzaam om te kunnen onderzoeken hoe de organisatie ervoor staat. Of dat er bijvoorbeeld sprake is van een energielek. Zo hanteer ik bijvoorbeeld bij bedrijven met meerdere medewerkers de 5-85 regel. Dit houdt in dat iedere medewerker een bijdrage geeft in het positief of minder positief functioneren van het bedrijf. Als 5% of meer medewerkers Negatief of slecht in hun vel zit, een minder goede energie met zich meedraagt, is dit een belastende energie op de gehele organisatie. Pas als 85% of meer van de medewerkers lekker in hun vel zit, geeft dit een opbouwende flow in de organisatie. Daarbij zijn de leidinggevenden van sterke invloed. Zij vormen een aparte energielaag. Als 85% of meer van de medewerkers echt een uitgesproken positieve houding hebben op het bedrijf, dan zal dat herkenbaar zijn in de positieve resultaten die het bedrijf bereikt. Dus dit moet het streven zijn voor energetisch management om die 85% te realiseren. Als 5% van de medewerkers echt een uitgesproken negatieve houding hebben op het bedrijf, dan zal dat ook merkbaar zijn in de tegenvallende resultaten van het bedrijf. In een gespleten bedrijf, met uitgesproken positieve en negatieve polariteiten, zullen de negatieve factoren zichzelf tot de orde moeten zien te roepen. Of, wat soms ook gebeurt, zullen zij hun baan opgeven. En elders hun heil zoeken. Voor mij is de 585-regel leidend in het managen van bedrijven. Het meten van energie. Bij het lezen van de vorige hoofdstukken zal het je langzaam maar zeker duidelijk zijn geworden dat de wereld waarin we leven doortrokken is van energie. Er zijn vele soorten energie. En er zijn vele verschillende frequenties. Zo zijn geluid en licht ook vormen van energie. Afhankelijk van de frequentie kan je oor of oog dit waarnemen. Maar er zijn ook hogere en lagere frequenties dan die van geluid en licht die we niet kunnen waarnemen omdat ze buiten onze gevoeligheid liggen. Ons vermogen. Waar te nemen met ons gevoel is vergelijkbaar met onze andere zintuigen. Ons voelzintuig kan binnen een zekere frequentie trillingen waarnemen. In mijn cursussen weggeroede lopen gebruik ik deze kwaliteit die ieder mens bezit. Deelnemers leren water, mineralen of andere ondergrondse materialen op te sporen. In de cursus werken we met de allemansroede. De wiggeroede is van hout, metaal of kunststof. De wiggeroede kan bestaan uit een lange stok met een eivormig uiteinde. Je houdt de uiteinde losjes in je handen, terwijl het uitstekende eind naar voren wordt gericht. Ik beschouw de werking van de wiggeroede als volgt: de linkerhand is de ontvangstkant. Deze ontvangt de energie die door de wiggeroede wordt opgevangen en leidt deze via de linkerarm en het hartchakra naar het hoofd en de hersenen. Daar wordt de informatie van de energie verwerkt en geanalyseerd. Vervolgens Gaat er weer een energiestroom via de rechterarm en de rechterhand naar de wiggeroede toe? Armen en hoofd zijn respectievelijk de antennes en de transformator voor het voelen en bewust worden van energie. Daar waar een bijzondere energie aanwezig is, wordt deze door de linkerarm waargenomen en verder geleid naar het hoofd. Daar worden we ons bewust van het bijzondere van deze energie en dat zorgt voor een impuls naar de rechterarm en rechterhand waarop de wichelroede begint uit te slaan. Wichelroede lopen is gebruik maken van je externe hersenen ofwel je radar met een versterker antenne roede worden de signalen naar de hersenen gedirigeerd en die komen vervolgens als een bewerksignaal terug naar de roede. Ieder mens heeft volgens mij, de resultaten van de cursussen wijzen dat uit, in aanleg de gevoeligheid om te leren lopen met een wiggeroede. Het leren hanteren en gebruiken van de wiggeroede is een belangrijk onderdeel van de praktische vaardigheden die ik de cursisten leer. Het is erg leuk om te doen. Het onderlinge contact bij de praktijklessen en samen in het vrije veld staan is heerlijk en inspirerend. Wiggeroede en aardstralen. Met behulp van een wiggeroede kun je aardstralen en wateraders opsporen. De werking van aardstralen en wateraders wordt uitgedrukt in eenheden van prikkelingen, in het Duits ook wel Reitseinheiten genoemd, per vierkante meter. De straling kan gemeten worden en de waarde wordt uitgedrukt in prikkeleenheden, PE. Deze waarde geeft de sterkte van de straling, de intensiteit. De wrijving en de snelheid van water aan. Een mens kan een prikkeleenheid tot 1300 Pe zonder bezwaar verdragen. In het volgende diagram geef ik aan wat het verband is tussen de gemeten waarde en de kwaliteit van die gemeten plek: 0 tot 600 Pe. Is een zeer goede woon- of werkplek. 600 tot 1300 PE is een goede woon- of werkplek. 1300 tot 1700 PE is neutraal. 1700 tot 2025 PE. In dit bereik liggen de meeste klachten en ziekten. En meer dan 2025 PE betekent zeer ernstige ziekten. Wanneer men gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan een te hoge belasting, kunnen vage lichamelijke klachten ontstaan en verergeren. Uiteindelijk kan dat leiden tot ernstige chronische klachten. In de laatste jaren heb ik ontdekt dat de werking van aardstralen wordt versterkt door de emotionele ballast die met die aardstraal te maken heeft. Deze emotionele ballast kan te maken hebben met de plaats, de persoon, relaties, met de geschiedenis, met de vorige levens en met vormvelden die we nu nog niet kennen. Aandacht schenken aan deze emotionele ballast is van groot belang. Bij een verstoord energieveld in de aarde worden de waarden snel hoger dan wenselijk is. Wij werken inmiddels met 80 verschillende aardenergieën, van sterk belastend tot sterk opbouwend. De meest bekende daarvan is de waterader. We hebben meer dan 7000 woningen en werkplekken gedocumenteerd en hieruit hebben we een schema kunnen halen. In dit schema hebben we de boviswaarden en de prikkeleenheden naast elkaar geplaatst om een helder overzicht te geven van de samenhang van deze twee meetinstrumenten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat op lijnen het aantal prikkelingen... onder het niveau van de 600 PE zakt. In een dergelijke situatie... raakt het systeem in een soort lusteloosheid. Dat vertaalt zich er dan bijvoorbeeld in... dat mensen die op een dergelijke leilijn wonen... erg passief in hun handelen worden. Wichelroeden lopen... Als methode bestaat al duizenden jaren. Het oorspronkelijke gebruik van wichelen was duiden of aanwijzen. Het verkrijgen van informatie vanuit het onderbewuste. Tijdens de middeleeuwen werd het wicheroedenlopen geassocieerd met de duivel. En in 1659 bestempelde de kerk het als satanisch. Wonderlijk is dit wel, omdat de staf van een bisschop ook een wichel, oftewel een duider is, en geestelijken aan de hand van wichelroede lopen zelf bepaalde op welke plek een nieuwe kerk zou worden gebouwd. Rond 1200 zag de kerk in dat de eigen kennis werd ingehaald door gevoelige mensen, en zo kwam het tijdens het concilie van Rome in 1305 tot een verbod van esoterische zaken in het algemeen en deze vorm in het bijzonder. Wiggeroede lopen in zijn huidige vorm vond zijn oorsprong in de 15e eeuw in Duitsland, toen het werd gebruikt om metalen op te sporen. De techniek verspreidde zich vervolgens naar Engeland, waar Duitse mijnwerkers in kolenmijnen gingen werken. Ik heb bijvoorbeeld een club boeren hun slaapplanten leren lezen. Zo konden ze ervaren welke planten het goed hadden en welke niet. Hoe de planten zeiden, daar komt hij weer aan met zijn onkruidbestrijder of kunstmest. Hierbij moesten de boeren zich verplaatsen in de plant en helder krijgen hoe het gewas zich voelde. Dat stuitte aanvankelijk op aardig wat weerstand. Met de klompen in de modder op het land en met een weggeroede in de handen vonden ze wel vreemd, maar ze deden het. En na de eerste twijfels en het ongemak gingen ze allemaal om en deden ze de ene na de andere ontdekking. Je kunt hoe planten zich voelen leren lezen. Boviswaarden. De inleiding van dit boek gaf ik al aan dat ik het objectief meten van energie, de universele energiemeting, van groot belang vind. Deze kan worden gemeten door een biotensor of pendel en wordt uitgedrukt in bovis-eenheden, BE. Het meetsysteem is ontwikkeld door André Bovis. Deze Franse onderzoeker hield zich in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog bezig met de kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen. Deze inspecties waren zeer arbeidsintensief en Bovis zocht daarom naar een methode waarmee hij sneller de vitaliteit en versheid van producten kon bepalen. Hij ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie of golflengte van deze straling meende hij met angststroomeenheden te kunnen meten. Angststroom is een maat voor de golflengte van het licht. Hij maakte een meetlat die ingedeeld was in angststroom. En door met een pendel over de schaalverdeling te bewegen, kon hij de angststroomwaarde van het product aflezen. Hij noemde het instrument de biometer of biotensor. Na de oorlog werkte een leerling van Bovis, de natuurkundige Ton, de methode verder uit. Ton gebruikte de biometer op dezelfde manier als Bovis, maar het was voor hem duidelijk dat de golflengten die geregistreerd werden, geen angststroomeenheden waren, maar iets anders. Simoneton noemde ze dus boviswaarden, naar de uitvinder. Gezonde mensen hebben volgens Simoneton waarden tussen de 6500 en 8000 bovis. Om gezond te blijven moet volgens hem voedsel worden gegeten van meer dan 6500 Bovis. Sommige voedingsmiddelen halen dat niet. Deze gaan ten koste van je levenskracht, in plaats van daar iets aan toe te voegen, zodat het je levensenergie geeft. Net als net geoogste groenten hebben waarden tussen de 6000 en de 8500 Bovis. Tegen de tijd dat ze in de winkel liggen, is daar al een heel deel van af. Langgekookte groenten komen zelden boven de 2000 bovis. Hij constateerde dat de boviswaarden van vruchten geleidelijk hoger worden naarmate ze langer aan de boom zitten. Rijpe vruchten geven de hoogste waarde. Rotte vruchten de laagste. Gezonde struiken hebben een boviswaarde Tussen de 6500 en 8000. Gezonde bomen tussen de 7000 en 9000. De bovis van gezonde bomen is dus hoger dan die van mensen. Vandaar dat we opgekikkerd terugkomen na een wandeling in een gezond bos. In een ziek bos met 4000 bovis zul je snel moe worden. Het blijkt dat. Minerale voorwerpen zoals kristallen de hoogste bovis hebben. Ook heilige plaatsen, kruisingen van lijnen en dergelijke hebben een hele hoge bovis. Op zulke plaatsen zul je dus een aardige stoot energie krijgen. Tijdsblokken en energie. Het blijkt dat de energiestroom waarmee de Aarde omgeven is tijdens de 24 uren van een dag niet steeds hetzelfde is. We zijn erachter gekomen dat er in een etmaal pieken en dalen in de energiestroom zitten in een ritme van tijdsblokken van drie uur. Deze fluctuaties in de energiestroom zijn niet zo dramatisch dat ze van positief naar negatief variëren. Maar wel van positief naar meetbaar minder positief. Dit ritme werkt naast het bioritme van de mens en deze werken ook samen. We kunnen het onderscheid in de energiestroom zowel op week- als op dagbasis weergeven. Gedurende een week verloopt de lijn van het ritme van de energiestroom. In een grafiek weergegeven als een sinusritme. Op zondag 00.00 .00 uur is het verloop van de lijn langzaam gestegen tot het punt van de meest positieve energie. Woensdag om 12.00 uur gaat hij door de neutrale nullijn om via het dieptepunt het minst positieve energie. Op donderdag 24.00 uur weer op te klimmen naar de overgang zaterdag-zondag om op 0.00 uur aan dezelfde stroom te beginnen. Naast het weekritme is er ook een dagritme van acht blokken van drie uur die elkaar steeds afwisselen op eenzelfde sinusritme als in het vorige figuur. Zondag maandag dinsdag woensdag tot 12 uur. En woensdag na 12 uur tot zondag 00.00 .00 uur is de tweede helft van de sinus, oftewel de onderste helft. Wiskundig gezien is dat als volgt: plus maal plus is plus. Plus maal min plus. Is min. Min maal min is plus. Van 0 tot 3 uur is minder positief. Van 3 tot 6 uur is positief. Van 6 tot 9 uur is minder positief. Van 9 tot 12 uur is positief. Van 12 tot 15 uur is minder positief. Van 15 tot 18 uur is positief. Van 18 tot 21 uur is minder positief en van 21 tot 24 uur is positief. En zo wisselen de blokken zich af tijdens een etmaal. Het is interessant te vertellen hoe we dit ritme hebben ontdekt. Ik werd gevraagd eens te komen kijken bij een aardbeienbedrijf dat uit een faillissement de opbrengst van de planten was door verschillende plantenziektes veel te gering, was overgenomen door een vrouw. Zij Ze was zeer begaan met haar bedrijf en planten. Ze had er veel liefde voor. Allereerst hebben we de energie van het bedrijf en de grond sterk verbeterd met aardmagnetisme. En tegelijkertijd de eigenaresse deze technieken bijgebracht, zodat zij ze ook zelf kon toepassen. De ziekten van de planten verdwenen en de fruitopbrengst van de planten nam zeer sterk met wel 30% toe. Uiteindelijk was het zelfs zo dat als je de statistieken bekijkt van kassen met een dergelijk grondoppervlak en een te berekenen maximum opbrengst van aardbeien in kilo's per vierkante meter... Zij daar nog 20% boven kwam. En met hoofdzakelijk grote aardbeien. Bovendien was de bovenswaarde van de aardbeien aanzienlijk verbeterd, waardoor ze ook langer houdbaar waren. Overigens geldt dit ook voor producten die in het begin van de week geoogst worden. Deze zijn langer houdbaar. Dan wat er in de tweede helft van de week wordt afgehaald. We weten inmiddels ook dat de planten veel minder voedingsstoffen nodig hebben als er minder stress is. Een plant kan dus wel een bijzondere werking hebben, mits je er oor voor hebt en het bijzondere weet te versterken. Dit was een heel belangrijk inzicht voor mij dat ik kon delen met Jan Peters, expert in magnetische velden. Hij maakte overigens ook deel uit van een bijzondere werkgroep: een club die ideeën heeft waarvan de buitenwacht zou kunnen zeggen: Hoe komen ze erbij? Want wat ze beweren, kan helemaal niet. In deze werkgroep. Is juist ruimte om eens op een andere manier naar die ideeën te kijken. Het inspirerende is dat er een vormveld is om ingevingen van anderen kans te geven verder te ontkiemen. Jan Peters liep al jaren rond met een ontdekking over magnetische velden en had daarover ook een theorie ontwikkeld. Hij was nog nooit in de gelegenheid geweest deze in de praktijk te toetsen. Kort gezegd, komt zijn theorie erop neer dat wanneer je in een kas van Noord-Zuid en Oost-West volgens bepaalde richtlijnen zo'n 10 tot 12 gaatjes met een doorsnede van 4 centimeter maakt, de elektromagnetische velden. Zich elke drie uur omgooien van noord-zuid naar oost-west of andersom. Het betekent dat als je dit elektromagnetische veld in de kas kunt beheren, je het optimale klimaat kunt bewerkstelligen. We hebben hierin al enig onderzoek gedaan en momenteel zijn we in de afstemmende fase om daarna de resultaten te beoordelen. En de theorie helemaal rond te krijgen. Deze proef is nog lopend en we missen nog enkele inzichten. Gedachtekracht en energie. Ik ben ervan overtuigd dat het leven een weerspiegeling is van de balans van verschillende energieën. Alles wat de schepping heeft voortgebracht, komt voort uit energie. Een van de de subtielste vormen van energie zijn onze gedachten. Eén van de subtielste vormen van energie zijn onze gedachten. De kwaliteit daarvan kan van invloed zijn op datgene waarmee we in het dagelijks leven bezig zijn: het zelfbeeld, de relaties, het gezin, het werk en de hobby's. Negatieve gedachten stralen negatieve energie uit en beperken de ontwikkeling. Positieve gedachten werken positief op de ontwikkeling. De resultaten van de navolgende reisproef tonen dat onomstotelijk aan en zijn ook weer zo'n mooi tastbaar bewijs voor wat ik duidelijk wil maken. Je kunt het overal waarnemen. Deze test maakt mooi inzichtelijk. Wat positieve of negatieve energie met plant, dier, mens, relatie of bedrijf doet. We hebben deze reisproef gedaan bij deelnemers aan cursussen die verspreid over de Benelux woonachtig zijn en niet van elkaars resultaten op de hoogte waren. Bij iedereen trad hetzelfde fenomeen op van versnelde verschimmeling bij negatieve energie. Opmerkelijk was dat iedere deelnemer dacht dat zijn uitkomsten op toeval berusten. Ze waren dan ook verbaasd toen ze bij de volgende cursusdag tot ontdekking kwamen dat de proef bij iedereen hetzelfde resultaat had opgeleverd. Dit is een belangrijke ervaring. Ik kan wel beweren dat het zo werkt, maar er gaat natuurlijk niets boven de eigen waarneming en ervaring. Als ik iemand iets leer of doseer met een zekere mate van dwang, dan is het resultaat van wat ze daarvan oppikken gering. Misschien nemen ze dan 15 of 20 procent op van wat ik ze eigenlijk wil bijbrengen. Ervaren is veel belangrijker. Dat leidt tot een innerlijk rijpingsproces van één of twee jaar, waarin de ervaringen beklijven. En worden omgezet in inzicht. Inzicht krijgen is net als de groei bij een plant. Het heeft zon nodig, inspiratie, voeding, goed contact met de grond en tijd. Positieve inspiratie en goede voeding op de juiste tijdstippen en gedurende een juiste periode. Zorgen voor groei van de plant en voor inzicht bij de mens. Ga je trekken aan de top van een plant, dan verliest hij het contact met de grond en de voeding. Geef je de plant dag en nacht licht, dan voelt hij zich gedwongen en gaat zich verzetten. Precies zo is het bij de mens. Alles op het juiste moment, op de juiste plaats. Het is natuurlijk heel bijzonder dat de mens inzicht kan hebben in de werking van gedachtenkracht en het besluit kan nemen om de hem omringende wereld met positieve gedachtenkracht te beïnvloeden. In het verhaal van de samenwerking met Jan Peters en de aardbeienteelster is het volgende ook nog zeer wetenswaardig. Ruim een jaar nadat ik voor de eerste keer op haar bedrijf was, liep ik met de aardbeientilster door haar kas en hoorden we de aardbeienplanten roepen: "We willen meer, we willen meer." De planten gaven aan dat ze graag een frequentie in zich wilden opnemen die ondersteunend is voor het proces van genezing. Met een pendel. Heb ik de mogelijkheden van de plant uitgemeten? We kwamen erop dat de aardbeien heilzaam konden werken voor reumatische patiënten. We zetten de benodigde frequentie erbij en 14 dagen lang namen de planten die frequentie in zich op. Dit proces waarbij uw vruchten, aardbeien in dit geval, een frequentie opnemen, noemen we Potentiëren Vervolgens hebben we de aardbeien aangeboden aan mensen met rheumatische klachten en die ondervonden aanzienlijke vermindering van hun klachten. Ik wil nadrukkelijk zeggen dat ik niet wil beweren dat deze gepotentieerde aardbeien reuma zouden kunnen helen. Om dit te kunnen bouwen is meer wetenschappelijk onderzoek en inzicht nodig. In dit hele onderzoek had Jan ook een meetinstrument bij een komkommerplant staan waaraan hij kon aflezen of de plant stress had of niet. Uit het onderzoek van René Jochums van Groeibalans blijkt dat je ook aan de bladvorm van de top van een plant kunt zien of er stress is. Zo is het dat wanneer je in een kas harde Techno-muziek draait, alle planten in de stress schieten. De resultaten van Jochems en Peters heb ik samengevoegd om er eens op mijn manier naar te kijken. Hieruit kregen we objectief en subjectief het dag- en weekritme van de stroom van energie duidelijk in beeld. Hieraan konden we aflezen of een plant stress had. En maatregelen treffen om ze te ontstressen. Hierdoor hadden ze ook veel minder mineralen nodig als voedingsstof. Hetzelfde mechanisme ontdekten we bij varkens. Zonder stress hebben ook zij minder mineralen nodig en scheiden ze ook minder uit. Mijn gevoel zegt dat dit met mensen precies zo is. Ter illustratie wil ik iets vertellen over telepathische vermogens. Als je ziek bent, gaat bijvoorbeeld je partner met jouw foto naar de paragnost, die aan de hand van die foto zegt: Die persoon op de foto heeft hoofdpijn. Je bent met jouw energie verbonden met die foto en op exact dezelfde wijze zijn wij verbonden. Met de dingen die we maken, produceren en met degene met wie we samenwerken. Zo hangt alles samen. Een negatieve ondernemer maakt negatief geladen producten, verspreidt dus negatieve energie en belast daarmee de wereld. Het omgekeerde is dus ook zo. Bij het organiseren van vergaderingen, meetings. Gesprekken of andere activiteiten, is het zinvol hiermee rekening te houden, omdat je in een positieve energiestroom zit, er meer ruimte, effectiviteit, rust en betere communicatie is. Het vermogen om informatie op te nemen is dan beter. Offertes worden bijvoorbeeld beter begrepen. We hebben dit bij een aantal grotere bedrijven uitgeprobeerd en gecontroleerd. Het blijkt inderdaad, zowel objectief als subjectief aantoonbaar, dat meetings op de dinsdagochtend effectiever, sneller, doelgerichter en korter zijn dan meetings op de dinsdag of donderdagmiddag. Grote bedrijven hebben een behoorlijke cultuur. Van wekelijks terugkerende vergaderingen. Zo was er een onderneming met een vaste vergadering op de dinsdagmiddag, waar deelnemers jarenlang niet tot de constructieve besluiten kwamen. De vergadering werd vervolgens in de programmering naar de dinsdagochtend verzet. En na een aantal maanden was de weerzin en de weerstand verdwenen, en bleek de output van de vergadering zeer waardevol. Dit bedrijf is ondanks het feit dat we in een, een 24-7 maatschappij leven, ertoe overgegaan de tijdsblokken en de weekindeling in het oog te houden bij het programmeren van hun belangrijkste activiteiten. Het zal duidelijk zijn dat het veel gemakkelijker is met de stroom van de energie mee te gaan. En dat de vermeende positieve of negatieve instelling van de werknemers zijn onderliggende oorzaak kan vinden in de energiestroom. Er en volgt nu een oefening: de rijstproef. Met het koken van rijst denken we deze morsdood te maken en alle levendigheid die erin zit kapot te koken. Dit blijkt niet het geval te zijn. Met deze rijstproef maak ik inzichtelijk. Dat de rijst niet dood is en dat het beïnvloed kan worden door gedachtenkracht. Bij deze proef kunnen kinderen heel goed helpen. Zij kunnen erg lief zijn voor het positieve potje. De oefening. Kook de rijst en stop de rijst nadat die is afgekoeld in gelijke hoeveelheden. Vullen tot ongeveer een kwart. In drie schoon gewassen potjes met een schroefdeksel. Op het ene potje zet je een positieve gedachte. Bijvoorbeeld: Ik wens je al het goede. Of Het leven is liefde en verbinding. Of Ik hou van je. Of je plaatst een teken in de vorm van een blij gezichtje, een hartje of een zon. Op het andere potje zet je een negatieve gedachte, zoals Laat me met rust of Het leven is een grote lijdensweg of Ik haat je. Of een teken in de vorm van een boos gezichtje, een doodshoofd of een minteken. Het derde potje wordt buiten het zicht gehouden en krijgt dus geen aandacht of informatie. Plaats de eerste twee potjes op een plek waar je dagelijks langskomt. En steeds als je er langskomt, schenk je het positieve potje positieve energie door gedachten of het beeld sterk te herhalen. En het negatieve potje schenk je negatieve energie door de bijbehorende gedachten of het beeld te herhalen. Herhaal deze handelingen zo vaak als het kan gedurende drie weken. Na ongeveer drie weken zie je dat de rijst in het potje dat negatieve energie krijgt, begint te schimmelen. Bij het potje dat steeds positief wordt benaderd, zet het schimmelen pas een week later in. Het leven is er dus niet helemaal uitgekookt. En de positieve en negatieve gedachten zijn van invloed op de groei en ontwikkeling van de schimmels. Het opmerkelijke is bovendien dat het middelste potje, dat nog positieve, nog negatieve energie krijgt, en dus eigenlijk helemaal genegeerd wordt, het snelst gaat schimmelen. Geen aandacht is nog schadelijker voor een levend organisme. Dan negatieve aandacht. Gedachtekracht is een zeer sterke uitgaande frequentiegolf die door zachtheid een openend effect heeft of door hardheid sluitend kan zijn. Hoe meer je ervan doordrongen raakt dat alles energie is en energie uitstraalt, hoe meer je kunt beseffen dat juist daardoor. Alles met elkaar verbonden is. De leer of kennis over deze onderlinge verbondenheid is terug te vinden in de kennis van de Heilige Geometrie. In deze leer, die zo oud is als Methuzalem, zien we volgens welke principes: tempels, piramides, graancirkels, kristallen en atomen zijn gevormd. Aan al deze vormen ligt eenzelfde basenprincipe ten grondslag, dat een bepaalde frequentie leidt tot een geometrische clustering van energie. Een vaste vorm, zoals we die kennen in een voorwerp, mens, plant of dier, is dus niet vast, stil en onbewegelijk. Het zijn miljarden bewegelijke moleculen die tijdelijk in die vorm geclusterd zijn. De heilige geometrie. De laatste decennia is er een ware inhaalslag gaande om deze aloude wetenschap met esoterische inslag te reconstrueren. Om de vraag te beantwoorden wat er zo heilig aan is aan de geometrie, moeten we teruggaan naar de beschermers van deze kennis. Zij lieten doorschemeren dat de heilige geometrie de blauwdruk is van het universum van waaruit alles geschapen is wat we om ons heen zien. De heilige geometrie herkennen in het universum is de hand van een goddelijkheid zien achter de schepping. De diepzinnige esoterische gedachte hierachter is, dat de beschermers geloven dat het hele universum één is, God zelf. Het scheppingsverhaal, zoals dit overgeleverd werd, vertelt dat God in de beginne vanuit zijn oorspronkelijke eenheidsbewustzijn de illusie van de afscheiding schiep opdat hij zichzelf kon leren kennen. Dit zou het begin zijn van alle dualiteit die we nu in de wereld van alle dag om ons heen ervaren. Het bracht de Schepper een nieuwe ervaring die voorheen vanuit zijn eenheidsbewustzijn niet ervaren kon worden. En dat is de oorzaak van alle polarisaties, zoals warm en koud, goed en kwaad, God en niet God. Deze dualistische opdeling vanuit de eenheid verliep volgens de Gulden Snede, een heilige ratio die ten grondslag zou liggen aan alle vormen om ons heen, die we zien als afgescheiden van de oorspronkelijke eenheid. Al deze kennis is uiterst geheim bewaard gebleven in geheime genootschappen van bijvoorbeeld de Gnostici. En vrijmetselaars. Deze geheimhouding was noodzakelijk, omdat de Katholieke Kerk de aanhangers van deze esoterie door de eeuwen heen hardnekkig vervolgde en onderdrukte. De laatste twintig jaar realiseren velen zich wereldwijd dat ons veel kennis is onthouden, en dat is daadwerkelijk het geval. Zowel de overheid als de kerk hebben veel kennis voor ons verborgen gehouden. Deze kennis blijkt echter zeer belangrijk te zijn en blijkt zelfs de basis te vormen voor een totaal nieuwe fysica, die letterlijk een nieuw licht laat schijnen over onze werkelijkheid en gods schepping. Tegenwoordig hebben we weer veel informatie over de nieuwe tijd. Die ons te wachten staat. Een tijd van grote veranderingen waarbij oude patronen en machtsstructuren loskomen en een nieuwe vorm van onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid de nieuwe norm worden. Hierbij zullen macht en ego remmende factoren zijn. Met de bovenstaande stappen. Zal iedereen deze verandering kunnen ervaren? Samen kunnen en moeten we hiermee bouwen aan een nieuwe wereld. Gedachtekracht en lichaamshouding. Door gedachten vergezeld te laten gaan van de houding van de handen, kun je kracht nog meer versterken. Handpalmen naar voren versterkt de openende kracht. Handpalmen naar achteren versterkt de afwerende of verhardende kracht. Dit zijn kleine voorbeelden die we ook kennen vanuit de non-verbale communicatie. Ik wil hiermee alleen maar zeggen dat ook de non-verbale communicatie echt een energie heeft die van invloed is op alle leven. Dit is belangrijk om te weten en in te zien. Bijvoorbeeld voor de secretaresse van een bedrijf die aan de ontvangstbalie haar werkzaamheden verricht. Zij is in meerdere opzichten het representatieve uithangbord van het bedrijf. In energetisch opzicht is ze dat ook. En daarmee vormt zij een blokkade of juist een toegangspoort. De mensen die kennis maken met die firma krijgen hun eerste indruk en informatie van en via haar. Positiviteit van haar zal worden opgepikt door de klant en de visie positief beïnvloeden. Andersom is het natuurlijk ook zo. Als je je bewust bent van de kwaliteit van energieën, kun je als verkoper bijvoorbeeld heel snel aanvoelen aan wie je wel en niet zult verkopen. Sommige mensen komen alleen in een showroom om te kijken. Het is handig als je dan kunt aanvoelen en je dus niet in allerlei onnodige bochten gaat wringen om iemand een auto te verkopen. De gevoeligheid van het lichaam. Is ongelooflijk groot. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. We zijn ons er alleen te weinig van bewust. Juist door die gevoeligheid is het jammer om het persoonlijk contact met iemand met wie je communiceert te missen. Het is beperkend per telefoon of e-mail contact te hebben, omdat je de gevoeligheid van je lichaam veel minder kunt benutten. Persoonlijk contact handhaven is dan ook van groot belang. Ik wil de bedrijven waarmee wij zaken doen kunnen waarnemen in direct contact. Vandaar dat ik die regelmatig bezoek. Energetische werkvormen. In dit hoofdstuk wil ik graag een aantal aspecten van mijn werk beschrijven die op het voorgaande aansluiten, maar die op een ander niveau van energetisch werk liggen. Ze hebben nog meer dan bij de vorige hoofdstukken te maken met kunnen ervaren dan met kunnen begrijpen. Toch wil ik ze graag beschrijven zodat je je gevoelsmatig een idee kunt vormen. Mijn advies bij dit hoofdstuk is dan ook, lees het, laat het op je inwerken en kijk vervolgens hoe het valt. Intuïtief of gevoelsmatig zul je merken dat de woorden naar iets verwijzen wat je kent of herkent en waarmee je ook iets kunt in de praktijk. De Analysator. Een van de instrumenten die ik gebruik en waarvan ik de functie aan anderen kan uitleggen, zodat ze het ook kunnen gebruiken, is de Analysator. Hierbij kun je je het beste eenzelfde mechanisme voorstellen als de oogkleppen bij een paard, die zijn blikveld verkleinen en ervoor zorgen dat hij niet te snel wordt afgeleid. Staan de kleppen wijd uiteen? Dan kan het paard veel zien. Zijn ze meer gesloten, dan ziet het minder. De mens heeft een gelijksoortig mechanisme dat de instroom van informatie uit de buitenwereld reguleert. Staan de kleppen uiteen, dan staat iemand open voor veel indrukken en informatie. Als ze meer gesloten staan, komt er weinig informatie binnen. Dit mechanisme is voorzien van een veer die de twee kleppen in een bepaalde stand houden. Zitten die tegen elkaar aan, dan ervaar je weinig tot niets van jezelf en de wereld om je heen. Bij de meesten staat deze klep tussen de 40 en de 50 procent open. Dit beperkt je vermogen tot waarnemen. Ik werk graag met verschillende vormen van meditatie, omdat ik iemand zo kan begeleiden naar een ander waarnemingsniveau. Daarmee kan ik de analysator van anderen veel effectiever en gevoeliger laten functioneren. Het niveau van openheid kan ik hiermee oprekken tot 90%. Wat een geweldige verhoging van de gevoeligheid geeft en daarmee van de mate waarin je de wereld kunt ervaren. In deze meditatievorm is het van het grootste belang voor je om de juiste mate van openheid te vinden. Ik vraag mensen zich dit mechanisme voor te stellen en zich te realiseren dat de veer verbonden is. Met een draaiknop. Met deze knop kunnen ze de veer strakker maken en weer laten ontspannen, waardoor de kleppen dichter naar elkaar toe komen of uiteenwijken. Oefening is nodig om de knop met gevoel te kunnen hanteren en de binnenkomst van informatie goed te regelen. Het contact maken met het wezen van jezelf. Naast meditaties geef ik ook geleide fantasieën. Dit zijn oefeningen waarbij ik actieve deelname vraag in een beeldverhaal dat ik vertel, en waarin iemand zich probeert datgene voor te stellen wat vaak nog niet bewust aanwezig is. In deze geleide fantasieën maak ik gebruik. Van het beeldend vermogen dat iedereen heeft. Dit activeren we door iemand op een stoel midden in een zeker energetisch veld te plaatsen. Eerst vraag ik de cliënt in het vormveld te stappen en plaats te nemen op de stoel. Na een aantal grondings- en andere inleidende oefeningen. Gaan we over tot de beeldreis, waarin ik vraag spontaan een beeld te laten opkomen van jouw wezen. Dit kan van alles zijn: een voorwerp, een plant, dier, mens of een kleur. Het is van belang dit beeld van jouw wezen te koesteren en de conditie helder te krijgen. Is het gezond? Krachtig en levendig? Hoe reageer je op jouw wezen? Ben je ermee vertrouwd? Heb je er verbinding mee? Dit alles zegt veel over je diepere energetische zijn in de wereld. Beelden zeggen meer dan duizenden woorden. Voor de meeste deelnemers is dit een diepe en betekenisvolle oefening, die naar bewustzijnsgraad wordt toegepast. Vaak geeft het inzicht in zaken waar je al jaren niet doorheen komt, zoals ik voel dat ik iets wil, maar krijg niet helder wat of welke kant ik op wil in het leven. Op identieke wijze als hierboven beschreven kan ik ook vragen. Een beeld te laten opkomen van het wezen van iemands bedrijf en laten zien hoe het contact met dat wezen is. Nog belangrijker of boeiender is het inzicht dat ik kan geven in de relatie tussen iemands wezen en dat van het bedrijf. Hoe is die relatie? Werken ze samen of tegen? In deze beelden voel ik mee. En lees aan de cliënt af hoe het hem in deze oefeningen vergaat. Het zijn vaak hele bijzondere processen, omdat dit helder vertelt wat iemand te doen staat in zijn ontwikkeling. Contact maken met andere energievormen. Het is van belang contact te kunnen maken. Met andere energiewezens, zodat je in staat bent over je eigen ego heen te kijken. Daarbij maken we gebruik van de externe hersenen. Ieder mens heeft een derde oog en dat bevindt zich zo'n twee centimeter boven de neusbrug op het voorhoofd. Er is echter ook een vierde oog. En dat zit precies tussen beide ogen, juist op het punt van de neusrug waarop een bril steunt. En dat loopt door tot het centrum van je hoofd. Om met deze ogen in contact te komen, is het van belang oogcontact te maken. Je kunt hiertoe eerst zelf oefenen door via een spiegel in je ogen te kijken. Of te oefenen met een ander. Hier volgt een oefening: contact maken met andere energievormen. Uitgangshouding is rustig zittend tegenover de spiegel of de ander. Zorg voor je gronding zoals besproken in hoofdstuk 1. Kijk elkaar in de ogen. En probeer voorbij elkaars ogen te kijken, waardoor je in een concentratiegebied komt. Vanuit dit contact met de concentratiegebieden kun je de frontale hersenkwabben activeren, daarna de middenhersenen en tenslotte je kleine hersenen en de hypothalamus. Als je al die gebieden geactiveerd hebt, ga je verder met het versterken van je derde en vierde oog en van je gronding. In dit stadium kun je eventueel contact maken met de elementaire aardwezens. Volgende stap. Versterk je gronding, je contact met de ogen en voel hoe je je intenser kunt kijken naar de ander. Ook met je derde en je vierde oog. Als je dit gedaan hebt, ga je over in de tweede fase, waarbij je je hersenen energetisch vergroot tot aan je schedelomvang. Je kunt de omvang voelen. Zorg voor een goede gronding. Je bent in deze fase, in deze gelegenheid om contact te maken. Met overleden zielen. Versterk daarna opnieuw je gronding. In de derde fase bouw je het beeld van je hersenen op tot 5 centimeter buiten je schedel. Het gebied van de externe hersenen. Het is de kunst dit ook echt te voelen. Je kunt je dit voorstellen als een soort elastiek dat je uitrekt. Herhaal opnieuw je gronding. In de vierde fase ligt de begrenzing van je externe hersenen op 10 centimeter buiten je schedel. Door hiermee contact te maken, ga je over je ego heen en kom je in contact met je zuivere kracht, waardoor je ego wordt uitgeschakeld. Zolang je geen contact kunt maken met deze laag. Blijf je in je ego, waarop nog een groot gedeelte van onze maatschappij functioneert. Einde van deze oefening. Het moment waarop ik bij Stef Reriks kwam, was toen we ten einde raad waren, omdat onze zoon niet kon doorslapen. Hij raakte uitgepit en ook mijn man en ik waren aan het eind van ons Latijn. We hadden al van alles en nog wat geprobeerd, maar niets leek te helpen. Om die reden zocht ik contact met Stef nadat kennissen me over hem hadden getipt. We zijn naar hem toe gegaan en ik had direct een klik met Stef. Ik heb zelf interesse in de antroposofie en Tai Chi en waarover Stef vertelt en hoe hij denkt en voelt. Is me erg vertrouwd. Ik weet dat het voor anderen soms moeilijk te volgen is. Zij doen dat dan af als soft of zweverig, maar dat is het voor mij helemaal niet. Stef is ons woonhuis en zaak komen testen en ik ben bij hem op cursusweggeroede lopen gegaan. Hij stelde vast. Dat ons huis geopathisch belast was. Er heerste een disbalans in het huis en dat was van invloed op de bewoners. Hij herstelde de balans en tegelijkertijd bracht hij bij mij hoe ik mezelf, het huis, de bewoners, de zaak en de occasionauto's die we verkopen in de energie konden zetten. Het is een behoorlijk proces geweest, waarin we ook behoorlijk wat oud zeer zijn tegengekomen. Wat er in het verleden gezegd en gedaan is, waarvan we ons niet meer bewust waren, maar dat nog steeds een rol speelde in de verstoring van de energie. Beetje bij beetje hebben we die verstoringen allemaal een plekje kunnen geven. Waardoor de energieverstorende werking werd opgeheven. Na een aantal maanden sliep onze zoon door, en dat bracht een grote dosis rust. Hij raakte beter in balans, en doordat onze nachtrust ook niet meer werd verstoord, kwamen wij ook beter in onze energie te zitten. Stef heeft ons structuur gegeven. Stef heeft ons structuur gegeven en dat doet ons goed. Iedere dag begin ik met gronden en een dag per week besteed ik aan het in de energie zetten van woonhuis, bedrijf, mensen en occasions. Ik voel dat het mij en degene om me heen goed doet. Ik zou er graag met anderen over willen praten, maar. Daar zit toch wel een drempel. Een paar weken terug zagen de collega's me Tai Chi doen, en uit hun reactie maakte ik op dat ze daar heel weinig mee kunnen en het vooral vreemd vinden. Ik vind het wel jammer. Ik zou graag willen dat zij het waardevolle hiervan in kunnen zien en het kunnen ervaren. Dus tot op heden doe ik alles alleen. Praat ik met onze onderneming en de auto's, informeer wat ze willen en zorg dat ze ook krijgen wat ze nodig hebben. Zakelijk en privé loopt het allemaal gezonder en beter. Dat is natuurlijk pure winst. Energetisch management, energetisch management. Is in deze moderne samenleving met zijn complexe systemen en samenhangen een erg mooi hulpmiddel om jezelf en je leven in balans te brengen. In de voorgaande hoofdstukken heb ik dat allemaal in grote lijnen aangegeven: het gronden, het in de energie zetten van jezelf en de ruimte, het meten van energie, energetische werkvormen en. De mens als verbinder tussen hemel en aarde zijn allemaal buitengewone belangrijke aspecten van energetisch management. Naast de beelden en het brede theoretische kader, wat ik hiermee geschetst heb, wil ik nogmaals benadrukken dat je alles wat ik beschreven heb ook echt moet toelaten om het te kunnen ervaren. Ervaren. Daar draait het om. En vervolgens deze ervaring verdiepen en verruimen door jezelf dagelijks te blijven oefenen in het herhalen van de oefeningen zoals ze in dit boek beschreven staan. Deze dagelijkse oefening zal je ongelooflijk helpen om jezelf te bekwamen in energetisch management. En het zal je leven enorm verrijken. Mijn doel is jou te helpen je bewustzijn te leren ontwikkelen. Dit is zeker in het begin alleen in goed afgestemde samenwerking mogelijk. Bij de start van een energetisch management traject vraag ik heel helder en duidelijk om commitment van de deelnemers zij moeten zich verbinden aan dit pad. In dit traject ben ik hard of zacht, wanneer dat nodig is. Ik kan helpen en ondersteunen. Je moet het wel echt zelf gaan doen. Ik ben helder en recht door zee en geef je tools, de ervaring en de scholing. Dat is de helft van wat je nodig hebt. Die andere helft, de belangrijkste helft, moet je uit jezelf halen. Ik kan en wil het niet voor jou doen, want dat zou totaal zinloos zijn, omdat je je eigen energie en vaardigheid nodig hebt. Jouw motivatie en inzet zijn absoluut noodzakelijk voor een positief eindresultaat. Bij trajecten voor bedrijven en organisaties bezoek ik die normaal gesproken eens per maand. Indien het wenselijk of noodzakelijk blijkt te zijn, kom ik vaker. Deelnemers vraag ik elke dag zich een kwartier af te stemmen op de energie. Gedurende deze afstemming, waarin de ondernemer invoelt op de dag, loggen we in... Op het bedrijf of organisatie. Tijdens dit proces krijg ik de onderliggende informatie over zijn bedrijf of organisatie binnen en zet dat op papier. Soms woorden, soms in een tekening. Binnen een uur heb ik een helder beeld van de situatie van de energiehuishouding en eventuele blokkades. Helder in beeld gebracht. Met een puntenanalyse beschrijf ik wat er speelt en geef ik aan welke zaken de hoogste prioriteit hebben en in welke volgorde ze dus besproken moeten worden. Vervolgens kunnen we een begin maken met de blokkades stap voor stap te benaderen en op te lossen. De YouTube-film. Stef Frederiks ontstrest mensen en bedrijven, geeft een mooi praktisch voorbeeld van mijn werk in de dagelijkse praktijk. Het internet dat we gebruiken is misschien wat ouder, maar het functioneert uitstekend. We gebruiken telepathie om informatie uit te wisselen met een bedrijf. Hoe dat precies functioneert. Is niet even uit te leggen, maar de methode werkt goed. Verdere uitleg hierover geef ik graag in een workshop, lezing of cursus. Ik voel heel goed aan of de connectie met de organisatie en zijn energiebeheerder er is. Mis ik die? Dan spreek ik mijn cliënt daarop aan. Hoe denk je dat ik jou kan helpen als je jezelf niet verbindt? Ik verbind me met cliënten en hun organisaties. Op het moment dat die band tot stand is gekomen, haal ik het beste in mezelf naar boven om ze met ondersteunende informatie bij te staan. Dat is een mooi en intensief proces. Het is van grootste belang dat alle betrokkenen met een gelijksoortige motivatie daarin staan. Motivatie en intenties In energetisch management is intentie een belangrijke wegwijzer. Het is een diep bewust verlangen dat je kunt activeren door bewustzijn en kracht erin te zetten. Dus intentie is bewustzijn maal kracht. Hoe meer zuivere energie je weet te genereren, deze scherp te bundelen en te focussen op je intentie, hoe krachtiger je voornemen zal zijn. Zonder focus blijft de intentie verstoken van energie. Er gaat veel energie verloren aan randverschijnselen. Zonder bewustzijn heb je niet eens helder waarop je je zou kunnen focussen. Intenties worden ondermijnd door hebzucht, jaloezie en macht. Als ik intenties in de juiste tijdspannen kan richten op een project, dan geeft dat een positief resultaat. Foute intenties... Gebrek aan tijd of het ontbreken van focus leidt tot een minder positief of negatief resultaat. In het begeleiden gaat het vooral over het juiste tijdsmoment. Dan kun je met een minimum aan kracht het geheel een veel effectievere impuls geven. Denk aan de werking van een slinger van een klok, een metalen koord dat weer is bevestigd. Aan een haak zodat de slinger vrij in de ruimte hangt. Dit koord wordt in beweging gebracht en slingert heen en weer. Het is het meest effectief en kost het minste energie als je het koord op het hoogste punt in de slingerbeweging een zetje geeft. Daar heeft de slinger namelijk al de neiging naar beneden te gaan. En juist dan geef je hem nog een extra impuls mee in diezelfde richting. Met een minimum aan inspanning krijg je dan het beste resultaat. Als ik met een bedrijf in zee ga, is het dus noodzakelijk om helder te krijgen waarom het mij in de arm wil nemen. Als ik een traject inga met een onderneming, vraag ik de energiedrager enkele doelstellingen en enkele probleemstellingen op te schrijven. Die mogen niet langer zijn dan één tekstregel. Zodoende worden korte opmerkingen verzameld in de trant van het bedrijf loopt niet. Het maakt te weinig winst. Er is een conflict. Werk en privé zijn niet goed te combineren. Elke zin wordt onderzocht door in te voelen of deze echt gemeend is. Als dat zo is, meet ik uit hoe groot het probleem is en geef ik een percentage van haalbaarheid om de kwestie op te lossen. Dus als iemand komt met een conflict tussen directie en personeel, kan ik voelen of er een oprechte wens is dit probleem op te lossen. Vervolgens, wordt de ernst ervan uitgelezen op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 aangeeft dat het nauwelijks problematisch is en het probleem wellicht alleen bij datgene bestaat die met de vraag komt. Een 10 geeft een zeer ernstig probleem aan, waarvan het de vraag is of er nog wel een oplossing is. De meeste vragen waarmee cliënten komen zitten daartussenin. Vervolgens meet ik de kans dat we met een positief resultaat kunnen afronden. Daarin speelt een groot aantal factoren mee. De vraag, de vraagsteller, het bedrijf, de locatie van de onderneming, de bedrijfstak enzovoort. Alles wordt meegenomen. Het slagingspercentage zegt overigens alleen iets. Over de kans waarmee het probleem kan worden opgelost en niet over hoe we dit gaan doen of wat er nodig is. Het is dus niet zo dat iemand bijvoorbeeld binnenkomt met de zin: Ik verkoop te weinig producten. En dat ik vervolgens een slagingspercentage geef over de kans dat hij meer producten gaat verkopen. Misschien. Is de oplossing wel dat hij andere zaken moet gaan verkopen, de prijsstelling moet veranderen of een samenwerkingsverband aangaan? Het hoe en het wat zijn dus bij aanvang niet altijd duidelijk. Een voorbeeld waarvoor we geen oplossing kunnen bedenken is bijvoorbeeld bij het bedrijf maakt te weinig winst. Als we deze vraag in behandeling nemen, kunnen we bij het energetisch uitbeten van het bedrijf erachter komen dat deze gebaseerd is op uitsluitend financieel gewin. Dan zou je al kunnen zeggen dat de intentie van de vraag niet steekhoudend is en dan wil ik niet bijdragen aan een oplossing. Het ligt dan meer voor de hand te proberen de intentie van de vraagsteller te veranderen. Tot onderwerp van onderzoek te maken. Er is niets mis met geld willen verdienen, of zelfs veel geld, als het maar gekoppeld blijft aan werk en geen doel op zichzelf wordt. Geldzucht of hebzucht is een belastende energie. De intentie van geld verdienen als enige doel voor iemands werk is in de huidige tijd steeds meer aan het verdwijnen. Blijkt dat wel de intentie te zijn, dan is er sprake van een blokkade. En iedere blokkade is een remming op het goed kunnen doorstromen van de energie. Op mijn YouTube-filmpje, De Dimensieladder, leg ik uit hoe dat zit. Blokkades Blokkades zijn vaak onbewust omdat ze zo diep verankerd liggen in het energieveld van de mens. Ze hebben een belemmerende werking op het kunnen focussen, de intenties of het aanvoelen van het juiste tijdstip. Bij een persoon kan ik uitlezen wat zijn conditie is. Hoe lees ik iemand uit? Naast die persoon. Visualiseer ik dan een plant? Ik zie wortels, stengel, bladeren en bloem. Ik neem de lengte en de breedte waar. Dik, dun, krom, recht, ontwikkeld, onontwikkeld, gezond of ongezond. Elk beeld vertelt een verhaal. De penwortel, de wortel, diep of oppervlakkig. En bij elk beeld dat ik krijg, stel ik vragen aan de desbetreffende persoon om te kijken of hij zelf ook een gevoel heeft bij deze beelden en of hij zich daarvan bewust is. Bijvoorbeeld bij iemand met een nauwelijks ontwikkeld wortelstelsel ga ik na hoe het bij hem zit met het contact met de aarde. Voelt deze persoon zich zeker of onzeker? Gegrond of Weinig gegrond, resoluut of weifelend. Al kijkend, voelend en bevragend worden de beelden voor mezelf en de cliënt duidelijk. Een bedrijf lees ik uit via de visualisatie van een gebouw. Bij persoonlijke relaties visualiseer ik twee ringen, en daarin zet ik de partners. Dan lees ik af waar en hoe ze elkaar ontmoeten en krijg beelden die ik weer met hen communiceer. Een team van therapeuten en medici ondersteunt me bij het opsporen en opheffen van blokkades met onder meer regressietherapie, homeopathie, siatsu en numerologie. Ook enkele artsen, apothekers, en andere regulier geschoolde professionals ondersteunden mij in mijn opvattingen en werk. Behalve bij coaching kunnen de blokkades in één of twee bijeenkomsten zijn verholpen. Als de tijd rijp is, kan er in korte tijd veel bereikt worden. Ook kan het voorkomen dat er een zaken aan het licht komen die nog niet opgelost kunnen of mogen worden. Alles heeft zijn juiste tijd van verandering. Niet alleen op individueel gebied, maar ook op het terrein van de zorg, onderwijs, economie en het geloof, zie ik dat er veel thema's zijn die op het punt van veranderen staan. Ik voorzie een tijd van chaos en crisis, waarvan we nu pas de eerste tekenen hebben gezien. Maar die in vergelijking met wat ons te wachten staat, niet veel voorstelt. We krijgen een ineenstorting van bepaalde takken in de industrie, van segmenten in onze samenleving en alles wat daarmee verbonden is. We krijgen een ineenzakken van de communicatie via computers en mobiele telefoons. Probeer je maar eens voor te stellen wat dat voor gevolgen zal hebben. Het is geen doemscenario of zwart kijken. Het is wat ons te wachten staat en het zal ons uitdagen om juist in de chaos, die door de ineenstorting van oude systemen zal ontstaan, nieuwe vormen van energie te vinden, te bundelen en te gebruiken. We zullen door deze zure appel heen moeten bijten om in de nieuwe tijd van liefde en licht te komen. Het is een grote uitdaging die we beter volledig kunnen accepteren dan er de ogen voor te sluiten. De crisis is daarbij juist nodig om ons wakker te maken en te stimuleren nieuwe wegen te zien en te bewandelen. Samen kunnen we dat. De laatste jaren. Heb ik de kracht van bepaalde frequenties kunnen ervaren. Zoals bijvoorbeeld het grote verschil tussen 440 en 432 Hertz in de muziekwereld. De frequentie van 440 Hertz is na de Tweede Wereldoorlog in vele muzieksoorten doorgevoerd. Terwijl 432 Hertz een frequentie is van het hart. Een gevoel van harmonie in het lichaam oproept. Doordat sommige van ons gedurende de hele dag onbewust blootstaan aan 440 Hz, ontstaat er bij deze mensen gemakkelijk een disharmonie in hun systeem. Je kunt het verschil zelf eens ervaren door op YouTube muziek met deze verschillende frequenties op te zoeken. Je zult merken dat 432 Hz veel rustiger op jou zal werken. Ervaringen uit het bedrijfsleven Op een toevallige manier kwam ik met Stef Reeriks en zijn energetisch management in contact. Tijdens een bijeenkomst van ondernemers raakte ik met een collega ondernemer aan de praat. Al snel ging het gesprek over problemen. Een Duitse firma met een financieel probleem, die ik ook in mijn bedrijf had. Na een tijdje hierover gesproken te hebben, zei mijn gesprekspartner dat het wel eens zinvol zou kunnen zijn contact op te nemen met Stef Freeriks. Op mijn vraag wat deze man dan voor mij zou kunnen betekenen, kreeg ik direct antwoord. Hij zei alleen dat Stef een bijzondere kerel is met een bijzondere gave. En dat hij al veel ondernemers adviezen had gegeven, die ontzettend nuttig bleken te zijn. Hoe hij precies werkt en wat hij precies doet, kan ik je niet zeggen. Maar ik heb het gevoel dat hij jou met jouw vragen ook zou kunnen helpen, voegde hij er nog aan toe. Nu bleek Stef ook op de bijeenkomst aanwezig te zijn, en we hadden een kort gesprekje. Ik voelde me op mijn gemak en vertelde hem iets over mijn bedrijfsprobleem. Stef luisterde aandachtig en na een tijdje zei hij: Zullen we gewoon eens een afspraak maken? Dat ik naar je bedrijf kom en dat we dan verder praten. Ons bedrijf bevond zich in zwaar weer en het stond er financieel lastig voor. Ik had behoefte aan goed advies. Maar had op dat moment nog te weinig informatie om echt met Stef in zee te kunnen gaan. Tegelijkertijd voelde het zo vertrouwenwekkend wat hij in dit gesprekje zei en hoe hij reageerde, dat ik iets kreeg van: Laten we het maar gewoon eens afspreken. Baat het niet, dan schaadt het niet. Een paar weken later. Was hij bij mij en liep hij rustig door ons huis, de bedrijfsgebouwen en over het omliggende terrein? Hij begon te vertellen over dingen die hij zag en voelde. Daar zaten uitspraken bij over gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden, die ik hem niet verteld had en die hij niet kon weten. Ik vond dat verbazingwekkend. En het versterkte mijn vertrouwen in zijn kunnen. Ik snap weinig van wat Stef doet. Ik weet al helemaal niet hoe hij het doet. Maar het is verbluffend hoe hij kan weten wat zich heeft voorgedaan. Nog verbluffender is het dat hij adviezen kan geven voor de toekomst. En aangeeft waartoe het uitvoeren van die adviezen kan leiden. Bij zijn eerste verkennende bezoek schrok hij van wat hij energetisch gezien aantrof. Het was zo beladen met oude energieën dat hij in zijn rapport na het meten van gebouwen en perceel onomwonden schreef: Dit is een hele grote uitdaging om dit weer in balans te krijgen. En eerlijk gezegd zit ik er niet om te springen. Ik had zelf gezien hoe hij was geraakt. Zo liepen we bijvoorbeeld over het terrein en kwamen langs een oude takelwagen die we vaak ingezet hadden bij bergingswerkzaamheden. Soms betrof het een inzet bij een ongeluk met alleen blikschade, maar we waren natuurlijk ook wel eens aanwezig bij ongelukken waar zwaar gewonden en doden vielen. We passeerden de takelwagen en Stef leek wel een meter in de lucht te springen. Hier voelt het helemaal fout, zei hij. Hele zware, slechte energie hangt hier. Ik word er helemaal akelijk van. Dit ding moet weg. Het is helemaal verbonden met dood en verderf. We hebben zijn advies opgevolgd. En het opruimen van de oude takenwagen zorgde ervoor dat het terrein al meer in balans kwam. Op een dezelfde manier ontdekte hij een vervuilde put op het terrein die verstorend werkte. Ook die hebben we aangepakt en verbeterd. Stapsgewijs hebben we in samenwerking het woonhuis, het bedrijf en het terrein in balans gebracht. We werkten daarbij ook met affirmaties. Zinnetjes die ik moest herhalen, omdat die een positief effect zouden hebben. Aanvankelijk was dat onwennig en vreemd, maar als je ziet dat het werkt, maak je daar geen punt van. Ik vond het wel bijzonder dat hij het huis met zijn bewoners, het bedrijf met zijn werknemers en het terrein als één geheel zag. Dat je zowel de mensen, de panden, als de grond in balans moet brengen, omdat het volgens hem allemaal samenhangt: één geheel is. Ik kan dat wel volgen en voel ook wel dat het zo werkt, maar begrijpen doe ik het niet. Toen het geheel meer in balans was, zei hij tegen me: Je gaat veel auto's verkopen met zware kranen. Het was een segment waarin we wel werkzaam waren, maar, Waarin we eigenlijk weinig groei te verwachten viel. Tot mijn grote genoegen heeft hij gelijk gekregen. We zijn veel kraanwagens gaan verkopen. Het zo goed kunnen voelen van wat er was, is en gaat gebeuren, vind ik mooi. We hebben nog regelmatig contact met elkaar. Dat is niet altijd gepland. Soms denk ik wel eens iets dat ik aan Stef zou willen vragen. En dan belt hij mij diezelfde dag op alsof hij mijn gedachten heeft gehoord. Altijd belangstellend naar hoe het met jou en je bedrijf gaat. Uiteindelijk weet hij altijd precies de vinger op de zere plek te leggen, zodat het ook werkelijk gaat over verder komen. Je bouwt echt een band met hem op. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor mij persoonlijk. Is er veel in positieve zin veranderd? Ik ga toch anders met zaken om, hoe ik in het leven sta, hoe ik werk en met mensen omga. Het is allemaal rustiger en positiever geworden. Ik hield bijvoorbeeld ontzettend van motorrijden, en dat kon me niet snel en hard genoeg gaan. Op een dag zei Saf tegen mij: Ik zie jou ook nog wel eens gaan vissen. Ik kon me daar niets bij voorstellen en dacht ook dat dit eens een keer niet zou uitkomen. Inmiddels vind ik het prettig om lekker aan de waterkant naar mijn dobbertje te turen. Nogmaals, alles is meer in balans gekomen en ik ben steeds beter in staat om dit te managen. Ik was bij een lezing van Stef Reriks en wat hij vertelde raakte me meteen. Ik was verbaasd over de voorbeelden die hij gebruikte en dacht dat dit wel eens iets voor ons kon zijn. Met ons bedrijf van veertig werknemers zaten we diep in de sores. En dan druk ik me nog voorzichtig uit: we wisten toen al wel dat er problemen waren, maar dat het zo verkeerd zat. Daarachter kwamen we pas maanden later. Het water stond ons echt aan de lippen. Toen ik na de lezing thuis kwam, heb ik er met mijn vrouw over gesproken. Misschien moet je zeggen dat we wanhopig waren. Dat we deze strohalm aangrepen. Als je het je echt niet meer weet, doe je er alles aan om er toch uit te komen. We zijn met elkaar in zee gegaan. En we zitten eigenlijk nog steeds in het proces. Het bedrijf was al reddeloos verloren. En dat tijd viel niet meer te keren. Het is failliet gegaan. En alle werknemers zijn op straat komen te staan. Dat zijn heftige dingen. Stef beschouwt het hele proces met mij en het bedrijf als een uitdaging. Hij komt dingen tegen die voor hem ook nieuw of moeilijk te volgen zijn. Op die manier zijn we intensief samen onderweg. Zo was er bijvoorbeeld het fenomeen dat ik mijn werk heel graag doe, maar op het moment dat ik de kas instapte, we hebben een tuinderij, leek het wel of iets me naar de keel greep en me het ademen onmogelijk maakte. Ik snapte daar zelf helemaal niets van. Het was zo'n rare tegenstelling. Graag willen werken en op het moment dat je je bedrijf binnenstapt, weet je eigenlijk niet hoe snel je weer weg moet mezen. Dit heb ik samen met Stef onderzocht. De visie van Stef over energie, gronden, het wezen van jezelf en het wezen van je bedrijf heb ik me eigen gemaakt. Veel nieuwe kost die in mijn jachtige leven. Ik werkte wel twaalf tot veertien uur per dag, heel vreemd was. Langzaam maar zeker kwamen we erachter dat het leek alsof iets of iemand mij overnam op het moment dat ik in de zaak kwam. Dat vloog me naar de keel en had maar één doel voor ogen: mij het werken onmogelijk maken en ons welslagen blokkeren. De eerste keer dat we tot die conclusie kwamen, krabten we ons achter het oor. Het klonk allemaal behoorlijk vreemd en raar. Wat moet je hier daarmee? Nader onderzoek wees uit dat de entiteit van de vorige eigenaar nog in het pand aanwezig was. Deze was negatief en kwaadwillend en belette mij helder te kunnen ademen, denken en functioneren. Waardoor het bedrijf gedoemd was te mislukken. We moesten dus verlost raken van deze entiteit om zelfstandig en zonder deze belasting te kunnen leven en werken. Dat heeft veel tijd en inspanning gekost, en deels zitten we nog in dat proces. Naast dit probleem gingen we ook inzien dat we weliswaar graag rozen kweekten. Maar dat de rozen als plant helemaal niet bij ons pasten. We begrepen de taal van rozen niet. Dat was lastig om te horen en te begrijpen, maar het waren allemaal stappen om tot een gezond bedrijf te komen. Inmiddels zijn mijn vrouw en ik met een nieuw bedrijf begonnen, en nu kweken we onder andere varens en grassen. En dat past ons wel. Stef heeft mij vooral een nieuwe mentaliteit bijgebracht. Dat is misschien wel het meest belangrijke, en ik ervaar dat als een persoonlijke verrijking. Ik ben niet meer zo gehaast en jachtig. Neem meer tijd voor de dingen. Ik mediteer en dat zorgt ervoor dat de spanning gereduceerd wordt. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we zijn wel op de goede weg. Met praktische aanwijzingen die erg behulpzaam zijn. Als ik bijvoorbeeld griep voel opkomen, zorg ik dat ik de grondingsoefeningen heel goed doe en dan voel ik me al snel beter. Voorlopig blijf ik contact houden met Stef om er samen met hem helemaal bovenop te komen. Inspiratiebronnen. Er zijn veel mensen, planten, dieren, plaatsen en gebouwen die ik in de loop der jaren heb ontmoet en gezien, privé en door mijn werk. Al die contacten beschouw ik als inspirerend, omdat ik nieuwsgierig ben en steeds probeer te ontdekken wat ik te leren heb van dat contact. Al dat ben ik dankbaar voor wat ze me geleerd hebben. In het bijzonder wil ik even stilstaan bij een aantal mensen en gebeurtenissen. Irene Lutz en Hans Anderweg voor het delen van hun visie en werkwijze. Paul de Blot, inmiddels overleden, als inspirator voor energetisch management en business-spiritualiteit Sekem, een maatschappelijk bewustzijnsproject in Egypte Wiljo Hoijmans, Evert van de Ven en Andy Wilbers voor hun ondersteuning in het tot stand komen van dit boek. Ik ben dankbaar dat de cursisten van de opleiding Energetisch Management Telkens als wisselwerking en als proeftuin gefunctioneerd hebben. En uiteraard niet te vergeten, mijn vrouw en kinderen.